Welkom bij het allereerste COR-webinar. COR is het Centrum voor Onderzoek naar Psychologie en Somatische Aandoeningen. En we doen interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van de geneeskunde en de psychologie. En we willen de inzichten die we daarbij opdoen graag delen met een breder publiek. Daarom gaan we een reeks webinars organiseren en vandaag is het eerste webinar. En vandaag richten we ons op de psycho-oncologie. Mijn naam is Marije van der Lee. Ik werk hier als bijzonder hoogleraar psycho-oncologie aan Tilburg University en daarnaast bij het Helen Dowling Instituut als GZ-psycholoog. Jullie mogen aan vragen stellen via de chat, verhelderende vragen. En aan het eind van de lezingen is er ook ruimte voor discussie, dus dan is er ruimte voor wat meer verdiepende vragen. Floortje Mols en ik hebben een mooi programma voor jullie samengesteld. En ik ga nu de eerste spreker introduceren. Ook van harte welkom trouwens aan alle sprekers die hier naar Tilburg zijn afgereisd. En de eerste spreker is Corina van den Hurk. Zij werkt bij het Integraal Kankercentrum in Nederland. En zij is gepromoveerd op onderzoek naar hoofdhuidkoeling bij chemo. Maar vandaag zal ze presenteren over online monitoren van symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Corina, je mag ons vertellen. Dankjewel, Marije. Nou, symptoommonitoring en kwaliteit van leven. Dan hebben we het over bijwerkingen van kanker. En ik heb hier een plaatje waar heel veel kleine tekst bij staat, wat jullie allemaal niet hoeven te lezen, maar dat geeft met name aan dat bijwerkingen voor kunnen komen eigenlijk in elke cel van het lichaam. Elk orgaansysteem kan er door worden aangedaan. En ja, jullie weten mogelijk allemaal ook wel dat er heel veel bijwerkingen kunnen zijn. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het kan. Dus het kan ook zijn dat patiënten door de chemotherapie of andere behandelingen heen gaan zonder dat er bijwerkingen ontstaan. Maar het kan ook zijn dat je een hele lijst met bijwerkingen ervaart. En dat is voor elke patiënt anders. En we weten nog niet waar dat door komt. En in het kader van de psycho-oncologie, het zijn natuurlijk niet allemaal alleen maar symptomen die lichamelijk zijn, maar er zijn ook psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angst en depressie die gemeld worden tijdens de chemotherapie. Maar het is niet alleen tijdens de chemotherapie, maar ook na de chemotherapie, na de behandeling tegen kanker, dat patiënten nog heel veel klachten ervaren als gevolg ook van de behandeling. En dat is hier ook weer in een plaatje wat er ook niet om gaat om alle letters te lezen, maar met name van het kan weer elk systeem in het lichaam kan aangedaan zijn door die behandeling tegen kanker. En ook hier hebben ze dan wel weer de psychosociale effecten ook meegenomen die ook heel uitgebreid kunnen zijn, die ook te maken hebben met terugkeer naar werk, met concentratie, cognitief functioneren. Dus het is een heel scala aan waar patiënten ook dan nog last van kunnen hebben. En hoe zit het dan met de impact van bijwerkingen op kwaliteit van leven? Je kunt allemaal wel aanvoelen van als er veel bijwerkingen zijn, als je op bed ligt, als je je heel ziek, zwak, misselijk voelt, dat je dan een hele slechte kwaliteit van leven hebt. En aan de andere kant, als je eigenlijk nauwelijks ergens last van hebt, dat je dan een goede kwaliteit van leven hebt en eigenlijk zo kunt functioneren zoals je normaal functioneert, ook voordat je de ziekte had. Hierbij zie je in dit grafiekje eigenlijk het roze en het rood. Dat zijn de gemiddelde of ernstige bijwerkingen, of gemiddelde of ernstige impact van die bijwerkingen op kwaliteit van leven. En daarbij zie je bij het rijtje bijwerkingen dat hier door veel patiënten gerapporteerd is in deze studie, dat van zo'n 60 tot 83% van de patiënten rapporteert dat er een gemiddelde tot ernstige impact was op de kwaliteit van leven van deze bijwerkingen die hier gemeld worden. En dat is dus ook een reden voor patiënten om vooraf bijvoorbeeld te kiezen om niet te starten of om te stoppen met de therapie. Dus dan heb je eigenlijk een suboptimale behandeling, waardoor dat de effectiviteit van de behandeling weer minder kan zijn.
En bijwerkingen worden weergegeven via de pro-CTC-AE voor patiënten en via de CTC-AE door klinici. En daar zie je in het rechterkader zie je daar hoe dat opgesteld is. Als je een graad 1 of 2 hebt, heb je eigenlijk nauwelijks klachten. Heb je graad 3, dan heb je al invaliderende klachten. En graad 4, dan is het echt levensbedreigend. En die graad 3 en 4, die worden met name in de studies bekeken als geneesmiddelen ontwikkeld worden. Maar die graad 1 en 2... kunnen ook, zeker als je meerdere graad 1-2 bijwerkingen hebben, heel veel invloed hebben op de kwaliteit van leven. Ik noem het steeds nu maar bijwerkingen, maar het kunnen dus ook kun je het hebben over symptomen of adverse events, of is het een klacht, want het is weer anders tijdens de behandeling als na de behandeling, want het kan eigenlijk geen bijwerking van een behandeling zijn als de behandeling niet meer gegeven wordt. Dus over het algemeen weten artsen wel te duiden natuurlijk waar dat de klacht vandaan komt, de bijwerking, maar voor de patiënt is dit niet te duiden, dus dat is denk ik ook iets minder belangrijk ook in het licht van de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Die bijwerkingen die kunnen voorkomen dus van de behandeling tegen kanker met allemaal verschillende behandelmodaliteiten die ik hier heb opgesomd. Maar het kan ook een gevolg zijn van de ziekte. Dat er bijvoorbeeld obstipatie is. Dat kan komen door de behandeling, maar ook door een darmtumor. Of dat er last is van benauwdheidsklachten. Kan ook bijvoorbeeld komen doordat er progressie is van longkanker. En dan is het dus de vraag, moet dat gerapporteerd worden door de arts of door de verpleegkundige? Of door de patiënt? En dat wil ik hier laten zien in een studie die is uitgevoerd bij twee middelen die met elkaar vergeleken zijn. Van welk middel heeft dan de beste effectiviteit, maar daar hebben ze dus ook naar de bijwerkingen gekeken om de veiligheid te monitoren. En hier zie je dan voor cabozantinib en mitoxantrone dat er nauwelijks bijwerkingen optreden en dat er ook geen verschil zijn tussen beide middelen. En dit is dus gerapporteerd door de arts. Dus hier zou je zeggen, het is om het even eigenlijk wat betreft de bijwerkingen welk middel gegeven wordt. Maar ze hebben tegelijkertijd ook aan de patiënt gevraagd. En die cijfers zie je hier. En dan zie je dus dat er vele hogere aantallen patiënten melden dat ze die bijwerking hebben ervaren. En uit onderzoek blijkt ook dat ze nog meer hoge graderingen ook scoren. Dus hier in deze tabel is enkel de graad 3 en 4 meegenomen. Dus de graad 1 en 2 nog niet eens. Dus dan kun je je voorstellen dat als je naar alle graderingen kijkt, dat er nog groter verschil waarschijnlijk op zou leveren. En hier zie je ook, die p-waarde geeft dan aan dat er significant verschil is tussen de bijwerkingen van beide middelen, dat hier cabozantinib overal in het nadeel is. Dus dat je dan, zou ik als patiënt kiezen voor die mitoxantrone, want dan heb je minder kans op bijwerkingen, dus een betere kwaliteit van leven. En waar komt dat nu vandaan? Nou, in studies naar geneesmiddelen, daar wordt gekeken eigenlijk naar de hoogst tolereerbare doseringen. Dat zie je rechtsbovenaan in het scherm. En links onderaan is dan de real world, dus dat is de behandeling in het ziekenhuis waarop gericht is op het genezen of palliatie met zo min mogelijk bijwerkingen. En aan die klinische kant, daar is het gericht op effectiviteit en dat de patiënt het eigenlijk nog overleeft. Dus dat die graad 3 en 4 bijwerkingen uitblijven en dat wordt gerapporteerd door de arts of de verpleegkundige. En in de real world denk ik dus dat we het echt moeten gaan scoren met zowel de patiënt als de arts en de verpleegkundige, dat gecombineerd moet gaan worden. En om dat nu bij de patiënt goed uit te vragen, hebben wij met Profiel een app gemaakt. Maar eerst even terug naar Profiel, want Profiel is ontstaan ook hier in Tilburg. Dat doet IKNL samen met Tilburg University en Centerdata. En zij hebben een systeem opgezet om patiëntgerapporteerde uitkomstmaten te verzamelen. En we zijn daarbij bij 30 collega's hier in Tilburg bij de universiteit en bij IKNL. Er zijn heel veel lopende studies. Heel veel patiënten hebben we dus ook al gevraagd om deel te nemen vanaf dat we gestart zijn in 2004. Het wordt uitgevraagd op afdelingen in alle ziekenhuizen in Nederland. We geven de data dan vervolgens ook weer uit aan onderzoekers die de data opvragen om nog andere onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Floor Mols heeft laatst nog een onderzoek gedaan naar hoeveel publicaties hebben we nu eigenlijk met deze club. Dat zijn er meer dan 250. En er zijn ook 11 proefschriften al afgeleverd. Dus al met al heel veel kennis al sinds 2004 met het verzamelen van PROMs. En daar hebben we nu enkele jaren geleden hebben we daar de app aan toegevoegd, ook in een profielsysteem. En dat zie je hier in een schemaatje uitgelegd waar ik jullie doorheen zal praten. Want de patiënt vult de bijwerkingen in een app.
Dus in een dagboekje. En daar staat ook informatie in over de bijwerkingen. En als er een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden, dan krijgt de patiënt een alert van neem contact op met het ziekenhuis. En die alert kan eventueel ook doorgezet worden naar het ziekenhuis. Maar in ieder geval kunnen ze in het ziekenhuis ook inzien wat de patiënt heeft ingevuld. En daarop kan de arts en de verpleegkundige dan weer symptoommanagement uitvoeren of bijvoorbeeld dosisreductie toepassen of co-medicatie uitschrijven. Alles om dus vroegtijdig te kunnen interveneren, waardoor dat er ernstige bijwerkingen voorkomen kunnen worden. En wat heeft dat dan voor invloed? Dat heeft enkele jaren geleden een onderzoeker in Amerika voor het eerst bekeken bij een redelijk grote groep patiënten van 766 patiënten met een gevorderd stadium van kanker. En hij vond dus van links naar rechts dat er zowel een verbetering was in de kwaliteit van leven, dat de survival verbeterde, dat er ook minder ziekenhuisopnames en spoedeisende hulpbezoeken waren en dat de patiënt ook langer aan de medicatie kon blijven. En dat alles samen hebben ze nu recent nog ook bekeken, hoe zit het dan met de kosten? Want er is natuurlijk ook die discussie van de kosten in de zorg. En daarin hebben ze gevonden bij een groep van 831 patiënten dat er door het monitoren met een app en alles wat je daaraan zorg kunt voorkomen, en dat was wel bij palliatieve patiënten, dus er zaten ook bijvoorbeeld hospicekosten in, maar ook kosten voor verzorging en dergelijke. En daar kwam dus uit dat ze $1100... per patiënt per maand konden besparen door zo'n simpele interventie zoals dit. En dat hebben we dus ook doorgevoerd in het profielsysteem en onderzocht in de Simpro trial. En in de Simpro trial hebben patiënten met longkanker meegedaan met alle stadia van de ziekte. En die starten met een nieuwe behandeling. We hebben daarbij zowel de bijwerking in laten vullen als ook uitvraag gedaan van kwaliteit van leven van patiënten uit 13 ziekenhuizen. En in zowel de interventie als de controlegroep zaten ongeveer 250 patiënten. En we hebben gevraagd om de app wekelijks in te vullen. En dan zou je zeggen, nou, wekelijks, dat is best wel veel. Maar op ons primaire eindpunt van 15 weken vulde 70% van de patiënten de app nog elke week in. En dan komen we hier uit op kwaliteit van leven. De EORTC QOQC30 is een belangrijke vragenlijst die wij eigenlijk in elke profielstudie meenemen om de kwaliteit van leven te meten van de patiënten. En daarin zijn dan verschillende domeinen om te onderscheiden. En die zie je in de linker kolom. En dan zie je met de T0 bij de controlegroep en de T0 bij de interventiegroep, zie je dat er zijn hogere scores in de controlegroep, dus je ziet dat ze bij baseline al een betere kwaliteit van leven hadden dan de patiënten in de interventiegroep. Maar dan zie je na de interventie, dus op T1, dat is dus die 15 weken, daar zie je dat de interventiegroep een betere kwaliteit van leven score had op alle domeinen. Dus het is niet alleen een significant verschil tussen de controlegroep en de interventiegroep, maar dus ook nog een grotere verbetering in de interventiegroep wat betreft kwaliteit van leven. En datzelfde zien we terug ook voor symptomen. En hier ziet u de drie symptomen die de meeste alerts hebben veroorzaakt in deze studie. En daarbij zie je ook weer dat de controlegroep minder ernstige symptomen had bij baseline en dat uiteindelijk op 15 weken dat er minder symptomen waren in de interventiegroep. En dat was ook een significant verschil. En daarnaast hebben we ook nog gekeken naar de overall survival en daarbij hebben we nu 1 jaar de patiënten gevolgd, waardoor dat we weten van wat is de verschil in overleving na 1 jaar. En daarbij zien we nog geen significant verschil, maar zoals u hier ziet in de lijntjes, dan zijn de bovenste lijntjes van de interventiegroep en de onderste van de controlegroep. En daarin verwachten we wel, als we deze patiënten nog langer volgen over de tijd, dat we dan wel bij 2 jaar follow-up wel een significant verschil zullen vinden. Dus al met al een hele simpele interventie die bij kan dragen aan mindere symptomen, waardoor het een betere kwaliteit van leven is. En er ook nog gekeken wordt naar vermindering van de kosten in de zorg, wat een heel belangrijk onderwerp is op dit moment. Dankjewel. Ontzettend bedankt, Corina. Ontzettend goed ook dat jullie met Profiel zoveel goed onderzoek hebben gedaan, wat ook enorme klinische impact heeft voor de cliënten, voor hun kwaliteit van leven en ook nog op de zorgkosten. Dus
wat wil je nog meer? Er zijn nog geen vragen binnengekomen op de chat. Die kunnen ook nog aan het eind bij de discussie. Dus ik wil jou voor nu vooral heel erg hartelijk danken. En dan ga ik de tweede spreker introduceren. De tweede spreker is Danielle van der Graaf. Zij doet promotieonderzoek hier in Tilburg bij de Medische en Klinische Psychologie en bij COR. En zij onderzoekt een online zelfhulpinterventie voor mensen die last hebben van neuropathie door chemotherapie. Danielle, mag ik je uitnodigen om je presentatie te geven? Dankjewel, Marije. Goedenavond allemaal, ook thuis. En bedankt aan de organisatie en de andere sprekers hier. Ik wil jullie graag meenemen in mijn proefschrift wat ik aan het schrijven ben hier bij de universiteit. En ik wil jullie meenemen in het onderwerp neuropathie, specifiek veroorzaakt door chemotherapie. We zijn met dit project gestart in 2020, begin 2020, net tijdens de eerste lockdown. Het is een project dat gefinancierd is door KWF. En we werken hierin ook samen met IKNL en met Profiel, zoals net ook al door Corina werd toegelicht. Voor degenen die er nog niet van op de hoogte zijn, wil ik graag de aandoening even toelichten. Zoals ik al zei, gaat het om neuropathie specifiek veroorzaakt door chemotherapie. En neuropathie betekent dat er zenuwschade is ontstaan. Bij neuropathie in de perifere zenuwen zien we dat dat voorkomt in de handen en in de voeten, maar dat kan ook spreiden naar de armen en naar de benen. En de symptomen die mensen ervaren kunnen heel uiteenlopend zijn. Dus je ziet dat mensen last hebben van brandende pijn, het gevoel dat er naalden in bijvoorbeeld hun handen steken, maar het kan ook een heel doof gevoel of een veranderd gevoel veroorzaken. Ik kom later nog eventjes terug op die klachten. Nou, je ziet dat na afronding van de chemotherapie, 1 maand na afronding, ongeveer 80% van de mensen hier last van heeft. En dat verlaagt na 6 maanden en langer tot ongeveer 30%. Dus het is best een flinke afname, maar nog steeds 1/3 van de mensen houdt hier dus langer termijn last van. En we zien dat bij deze mensen, en dan voornamelijk bij de mensen met pijnlijke neuropathie, dat zij echt een verslechterde algemene kwaliteit van leven hebben. Maar ook een verslechterd functioneren eigenlijk op verschillende vlakken. Ik wil jullie in verschillende hoofdstukken van mijn proefschrift meenemen. Als eerste wil ik jullie het een en ander vertellen over de systematische literatuurreview die we hebben geschreven. Een kwantitatieve beschrijvende studie over patiëntenervaringen van patiënten met neuropathie. Dan een kwalitatieve studie over hoe de mensen omgaan met de neuropathie. De studie waarin we inderdaad de ontwikkeling van de interventie beschrijven. En dan het protocolpaper van de effectstudie die we aan het uitvoeren zijn. Ik wil beginnen met de systematische review die we hebben uitgevoerd. En die is specifiek uitgevoerd naar online ACT-interventies voor chronische pijn. Het gaat hier dus om chronische pijn breed en niet alleen om neuropathie. Dat geldt voor de andere studies wel, maar bij deze hebben we dus naar meerdere soorten chronische pijn gekeken. En het doel was om alle literatuur die beschikbaar is met betrekking tot online ACT-interventies voor chronische pijn te bestuderen. Voor degenen die het niet kennen, acceptance en commitment therapie is een 3e generatie cognitieve gedragstherapie. En het doel van deze therapie is dat je psychologische flexibiliteit nastreeft. En dat betekent dat je eigenlijk ondanks de pijn en de negatieve gedachten en emoties die je daarbij hebt, dat je toch handelt in overeenstemming met de waarden die je hebt. Dus ondanks dat je pijn hebt, zoals bijvoorbeeld neuropathie, dat je toch activiteiten uitvoert die passen bij je waarden. In dit geval zijn we specifiek gaan kijken naar de online variant van acceptance en commitment therapie, omdat dat veel voordelen oplevert op het gebied van bijvoorbeeld kosten en beschikbaarheid. Maar het verbreedt ook de diversiteit aan interventies, voornamelijk voor mensen die zich comfortabel voelen online. Dus zo zijn we bij deze onderzoeksvraag gekomen en dat is echt een soort van startpunt voor het project geweest. We kunnen uit de review concluderen dat de online ACT-interventies voor chronische pijn effectief zijn gebleken en dat ze over het algemeen ontwikkeld zijn in lijn met die ACT-theorie. Dus dat ze de onderdelen van ACT goed hebben toegepast in de interventies.
Wat we ook zagen is dat de meerderheid van de studies eigenlijk geen informatie gaf over de keuzes om de interventie te optimaliseren. En dat betekent dat ze eigenlijk niet zoveel hebben toegelicht over wat ze hebben gedaan om de adherentie van de interventie te optimaliseren. Dus om zo optimaal mogelijk gebruik te bewerkstelligen. En dat is dus wel iets wat we, waar we in onze interventie wel heel veel aandacht aan hebben willen besteden. Ook gebaseerd op deze review. Dan het volgende paper. Daarin zijn we gaan kijken naar patiëntenervaringen van patiënten met neuropathie. Het doel was om de ervaringen van patiënten op het gebied van symptomen en hun dagelijkse beperkingen te onderzoeken. Maar ook om te kijken in hoeverre zij steun ervaren van zowel zorgverleners als van hun sociale omgeving. Het was een project in samenwerking met de NFK. En dan specifiek als onderdeel van het Doneer je ervaring project. NFK heeft een online vragenlijst uitgezet begin 2021. En patiënten konden deelnemen als zij neuropathieklachten hadden op het moment van het invullen van de vragenlijst of in het verleden. En we hebben uiteindelijk 1975 patiënten kunnen includeren. Een groot deel van de patiënten was vrouw en ook daardoor was een groot deel van de patiënten borstkankerpatiënt. De tijd sinds diagnose was eigenlijk wel heel erg gevarieerd en ook de duur van de symptomen, de neuropathie-symptomen, was eigenlijk wel heel erg goed gevarieerd. Dus we zagen dat ongeveer of meer dan de helft al meer dan 2 jaar symptomen had. Dan de symptomen die zij rapporteerden. We zien dat een heel groot deel van de mensen last heeft van symptomen en in de voeten en in de handen. En we zien dat de symptomen die zij hebben in de voeten en in de handen ook best wel vergelijkbaar zijn. Dus de belangrijkste symptomen zijn tintelen, verminderd gevoel, verlies van gevoel en een veranderd gevoel in de voeten. En bij de handen zijn dat voornamelijk tintelingen en een verlies van gevoel of een verminderd gevoel. Nou, als we dan gaan kijken naar de beperkingen in het dagelijks leven die mensen hierdoor ervaren, dan zien we dat mensen eigenlijk best wel goed in staat zijn om de algemene dagelijkse handelingen uit te voeren. Dus ze zijn goed in staat of ervaren in ieder geval de minste beperkingen bij het zorgen voor het gezin, fietsen, autorijden, eten en drinken, seksualiteit, etc. Waar we meer beperkingen zien, is bij de dingen waar het voornamelijk gaat om het vervullen van rollen. Dus huishoudelijke taken, sociale activiteiten, hobby's, sporten, lopen en slapen. En als we dan kijken naar in hoeverre mensen tevreden zijn met de zorg die ze hebben ervaren, dan zien we dat ze daar overal best wel tevreden over zijn in het geval van zorgverlening in het ziekenhuis. Maar wat we wel ook zagen is dat 43% aangeeft niet te zijn geïnformeerd over wat ze konden doen als een neuropathie zou ontwikkelen. De vraag is dan, zijn ze daar echt niet over geïnformeerd? Of hebben ze dat niet opgepikt, niet gehoord, zijn ze het vergeten door alle andere dingen die er gebeuren in de periode van chemotherapie? Dat kunnen we hier niet uit opmaken, dus dat is wel een belangrijke vraag die we onszelf kunnen stellen. Wat we ook zien is dat mensen eigenlijk weinig naar de huisarts gaan voor ondersteuning in de neuropathie. En dat toch voornamelijk wel in het ziekenhuis plaatsvindt. Als we dan kijken naar de zorg, de support, de empathie die mensen krijgen van hun sociale omgeving. Dan zien we dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die nooit empathie krijgen van hun sociale omgeving. De mate van empathie die zij wel krijgen, die varieert heel erg. Maar dat is dus heel erg positief. Wat hier ook opvallend is in deze figuur, is dat de empathie die zij krijgen van werkgevers en de collega's, dat die eigenlijk voor een heel groot deel van de mensen niet van toepassing is of dat ze het niet weten. En dat is waarschijnlijk te verklaren doordat de leeftijd in deze groep patiënten best wel hoog was. En dat of een groot deel al gepensioneerd is, of dat een groot deel van de mensen al in de ziektewet zit door de behandeling, et cetera. Nou, wat zijn dan onze aanbevelingen aan de hand hiervan? Patiënten die moeten de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen om eigenlijk te zorgen dat die impact op dat dagelijks leven zoveel mogelijk verminderd wordt of voorkomen wordt. En het is belangrijk om te kijken naar toekomstig onderzoek naar de verschillende chemotherapeutische middelen en de daaruit voortkomende symptomen en dus ook weer de gevolgen.
Dan wil ik graag doorgaan naar de coping- en zelfmanagementstrategieën van mensen die zij hanteren in het omgaan met de neuropathie. Bij coping, daaronder verstaan we echt de cognitieve omgang met de klachten, terwijl bij zelfmanagementstrategieën echt meer de praktische acties. Het is in was de praktische acties die mensen ondernemen om te gaan met die neuropathie. We hebben in deze studie interviews afgenomen met 12 verschillende patiënten om te kijken hoe hun ervaringen hierin zijn, wat hun manieren zijn om hiermee om te gaan. Je ziet voor de copingstrategieën, dus voor die cognitieve omgang, dat mensen zowel actieve als passieve strategieën veel toepassen. En bij actieve strategieën kun je denken aan plannen, sociale steun zoeken en acceptatie. Bij de passieve strategieën zien we dat mensen ook veel geneigd zijn om frustratie te uiten, boosheid, verdriet en ook het vermijden van activiteiten. En dat zijn de strategieën die toch als minder behulpzaam, meer vermijdend worden gezien. Als we dan kijken naar de zelfmanagementstrategieën, dus echt die praktische acties die mensen ondernemen, dan zien we dat mensen echt wel veel passieve strategieën toepassen en minder actieve strategieën. Dus die actieve strategieën zijn bijvoorbeeld bewegen, dus naar de sportschool of wandelen. Terwijl die passieve strategieën, medicatie, bewuste schoenkeuze, rusten. Waar mensen dan toch meer geneigd zijn om die passieve strategieën toe te passen. Wat kunnen we hier dan van leren? Het is belangrijk dat er onderzoek komt naar de effectiviteit van psychosociale interventies om juist die helpende strategieën te leren en te kunnen toepassen. Wat ook belangrijk is, is dat zorgverleners patiënten tijdig doorverwijzen om eigenlijk te voorkomen dat er te veel beperkingen komen waar mensen misschien wat minder helpende strategieën voor in zullen zetten. Dan wil ik jullie graag meenemen in de ontwikkeling van de interventie die we gemaakt hebben. Ik heb net natuurlijk al allerlei strategieën toegelicht van mensen die omgaan met die neuropathie. En wat we eigenlijk zien in de literatuur ook, is dat er heel beperkte behandelopties zijn en dat er ook weinig bewijs voor effectiviteit is. En dat is waarom we aan zijn gekomen bij het ontwikkelen van een online ACT zelfhulpinterventie. Om echt die pijnbeperking in het dagelijks leven van deze mensen te kunnen verbeteren. Dat hebben we gedaan door middel van een bepaalde roadmap die we hebben gevolgd. Dus we zijn begonnen met het afnemen van interviews om te kijken waar de mensen behoefte aan hadden in zo'n zelfhulpinterventie. Op basis daarvan hebben we meerdere persona ontwikkeld die eigenlijk de eindgebruiker weergeven om zo de ontwikkelaars van de interventie echt goed te kunnen uitleggen wie de gebruiker is, om te zorgen dat die interventie zo goed mogelijk aansluit bij de gebruiker. Toen zijn we aan de slag gegaan met de ontwikkeling. Dus het is ontwikkeld door twee psychologen die expertise hadden op het gebied van ACT. En daarna zijn we eigenlijk door twee verschillende prototype testfases gegaan om zo uiteindelijk bij de uiteindelijke interventie te komen. De interventie die heet Omarm Pijn. En het is een interventie waar mensen in 8 weken tijd door 6 verschillende sessies lopen, die dus gebaseerd zijn op acceptance en commitment therapie, waar ik daar straks al over verteld heb. Bij die interventie krijgen mensen ook e-mailbegeleiding in een soort van chatvorm. En dit is hoe de interventie eruit ziet. Het zijn wat screenshots. Het is dus een interventie die te gebruiken is als app, maar ook in de internetbrowser, gewoon op de computer. En wat je kunt zien is dat we eigenlijk gebruik hebben gemaakt van verschillende multimedia types. Dus we hebben veel informatiestukken, maar we hebben ook veel quotes. Juist om die patiëntenherkenning meer in terug te laten komen. We hebben ook gebruik gemaakt van veel oefeningen waar mensen echt aan de slag gaan met hun eigen ervaringen. Veel metaforen die heel erg typisch zijn voor ACT. En audiofragmenten bij de mindfulness oefeningen. Nou, mocht je nou echt een uitgebreide toelichting willen zien van hoe we dat helemaal ontwikkeld hebben, want dit is een heel beknopte versie, dan raad ik je aan om het paper er even bij op te zoeken, want daar staat nog veel gedetailleerder in. Ja, wat we allemaal precies hebben gedaan en waar de interventie allemaal uit bestaat. Dan het laatste onderdeel waar ik jullie mee wil nemen. Dat is het studieprotocol dat we hebben geschreven voor de studie die we aan het doen zijn. De primaire doelstelling van onze studie is dat we willen kijken of dat die interventie die ik net heb toegelicht effectief is in het verbeteren van pijnbeperkingen in vergelijking met treatment as usual. Dus de gewone behandeling
of geen behandeling die mensen hebben. Daarnaast willen we ook kijken of dat er factoren zijn die de effectiviteit beïnvloeden. En we willen kijken of dat er verschil is tussen een begeleide vorm en een onbegeleide vorm van de interventie. Nou, dat doen we door middel van een randomized controlled trial, waarin we 146 participanten nodig hebben. In totaal duurt het voor een patiënt 8 maanden om de hele studie te doorlopen. En in die 8 maanden zijn er ook 7 vragenlijsten die zij invullen. Dus je ziet hier dat er 2 vragenlijsten zijn aan het begin. Dan worden mensen gerandomiseerd of in de groep met begeleiding of op de wachtlijst. En op de wachtlijstgroep, in de wachtlijstgroep zie je dat na een aantal maanden de patiënten ook nog de interventie kunnen volgen, maar dan zonder begeleiding. Op dit moment is de inclusie afgerond en wachten op de resultaten. We hopen de resultaten in de loop van 2024 te hebben, dus daar zullen jullie nog even op moeten wachten. Ik ben ook nog bezig met 2 andere papers die in mijn proefschrift zullen komen. Dat is 1, ik ga op een kwalitatieve manier bekijken of dat er barrières en bevorderende factoren zijn voor het gebruik van de interventie. Dus wat vonden mensen nu juist bijdragen daaraan? Wat vonden mensen juist minder fijn, waardoor ze niet meer wilden deelnemen of minder wilden deelnemen? En uiteraard de effectiviteit van de studie. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht en ik ben blij als ik nog vragen kan beantwoorden. Dankjewel, Danielle. En ik ben ook ontzettend benieuwd wat er uit je onderzoek gaat komen naar de effectiviteit van omarmpijn. Het zou mooi zijn als het werkt. Ja. Er zijn 2 vragen binnengekomen. Je hebt verteld over de self-management strategieën die mensen gebruiken, hè, als ze last hebben van neuropathie. En iemand vraagt of je ook weet of die self-management strategieën ook werken. Geven mensen ook aan of het hen helpt of niet? Ja, dus we hebben in deze studie alleen de voor de mensen ervaren als helpend beschreven. Dus als mensen bijvoorbeeld zeiden van nou, ik heb dit of dat medicijn wel eens geprobeerd, maar dat hielp niet, dus daar ben ik mee gestopt. Dan hebben we het niet beschreven. Dus we hebben alleen in de perceptie van de patiënt de helpende strategieën beschreven. Ja, ja. Okay. Want het zou nog weer een andere studie op zich zijn als je de niet helpende strategieën zou gaan beschrijven. En dat hebben we hier dus niet gedaan. Ja, dus je focus was op alles wat helpend ja, was. Ja. Een andere vraag is of alle elementen uit ACT ook in jouw omarmpijninterventie zitten. Ja, zeker. Dus ik kan wel eventjes teruggaan naar de slides. Ik weet niet of de mensen het nog zien. Ik hoop het wel. Maar je ziet hier dat we 6 verschillende sessies hebben. En eigenlijk komt in iedere sessie een van de onderdelen terug. En op een gegeven moment worden die ook nog gecombineerd. Maar het zit er allemaal in. Alle losse onderdelen van ACT. Inclusief ook de mindfulness oefeningen. Ja. Mooi. Dus ook nog een leuke vraag over implementatie. Ja. Stel nou dat we vinden dat het werkt. Is het dan makkelijk te implementeren? En iemand doet al meteen de suggestie. Een hele goede suggestie, denk ik. Bijvoorbeeld via de Onco App Store. Ja, dat is zeker iets waar we al over nagedacht hebben. We hebben ook bewust, ik weet niet of mensen het herkennen, maar we hebben de interventie ingebouwd in Carify. En dat is een systeem wat echt ook door meerdere zorginstellingen gebruikt wordt. Zoals ook het HDI, het Helen Dowling Instituut. Dus daar hebben we zeker over nagedacht. Dus het zou een optie zijn om het onder te brengen bij bijvoorbeeld zorginstellingen. Maar wat ook heel erg mooi zou zijn, denk ik, is als het meer vrij beschikbaar is, zoals via zo'n Onco App Store. Dat is iets wat nu nog te vroeg is, omdat we echt eerst moeten gaan kijken of het überhaupt natuurlijk werkt. Dat hopen we heel erg. En als het werkt, dan is dat natuurlijk wel iets waar we absoluut mee aan de slag willen gaan. Omdat het heel erg zonde zou zijn als dit daarna dan maar gewoon, in de kast belandt is niet helemaal de juiste verwoording, maar als er niks mee gedaan wordt. Ja. Ja. Want je doet ervoor dat het uiteindelijk ook bij de patiënt komt. Ja, absoluut. Dus, ja. Heel hartelijk dank. Dat waren de vragen voor nu. Dan ga ik de 3e spreker introduceren. Dat is Dunja Schoormans, een collega van mij ook bij medische en klinische psychologie. Zij is universitair docent en zij onderzoekt biologische mechanismen in kankeroverleving. Dus ook op de lange termijn klachten. En ze gaat ons vertellen over wat, hoe en waarom. Dus ik ben benieuwd. Dankjewel Marije en welkom allemaal mensen thuis. Inderdaad, de komende 15 minuten denk ik ongeveer zullen in de teken staan van die biomarkers, de biologische mechanismen. En dan wil ik graag 3 vragen centraal stellen. Het wat, het wie en het waarom.
We beginnen even bij het begin. We hebben ongeveer 10 miljoen kankeroverlevers in Europa. En het is schokkend om te realiseren dat maar 1 op de 5 van deze mensen in goede gezondheid leven. Na kanker en na het afronden van die behandeling. Dit aantal moet omhoog. En een van de vragen die we als eerste in kaart moeten beantwoorden, de dingen die we in kaart moeten brengen, is: waar hebben deze mensen nou zoal last van? En mijn voorgangers Corina, die heeft al een heel uitgebreid overzicht gegeven van welke symptomen patiënten kunnen ervaren. En maakte daarbij ook direct de kanttekening van, goh, hè, als je dat nou tijdens een behandeling het daarover hebt, dan heb je het over bijwerkingen. Maar wanneer je dan verder in de toekomst kijkt, dan kun je het ook hebben over symptomen of klachten die mensen ervaren. Afgelopen tientallen jaren is er binnen de psycho-oncologie ontzettend veel onderzoek gedaan om dat uitvoeriger in kaart te brengen. En meer recent zijn er nieuwe analysetechnieken. De spreker na mij gaat daar ook uitvoerig over vertellen. Netwerkanalyses gebruikt die dus een cluster van symptomen in kaart kunnen brengen. En heel visueel ook kunnen laten zien. Nou, ik heb hier een plaatje meegenomen uit een van onze eigen studies, waarbij wij in een sample hebben gekeken van meer dan 1300 kankerpatiënten, kankeroverlevers, van verschillende soorten kankers. Dikke darmkanker, borst, maar ook schildklierkanker bijvoorbeeld. En wat we zien is dat er een heel cluster van symptomen is. Dus waar vroeger onderzoek met name zich richtte op 1 of meerdere symptomen, is het steeds vaker gebruikelijk om te kijken naar een wolk van symptomen die mensen gelijktijdig ervaren. En wat je hier in dit figuur duidelijk terug kunt zien, is dat fatigue in het rood, FA, vermoeidheid, een centrale rol speelt. En dat dat samengaat met bijvoorbeeld pijn, PA. Je ziet dat door een dikke groene lijn, wat aangeeft dat er een sterk positieve relatie is. Dus ervaar je meer vermoeidheid, ervaar je meer pijn. Als we dan dit in kaart hebben gebracht, we zien dat mensen last hebben van verschillende symptomen, dan is een tweede vraag erg belangrijk om uiteindelijk die gezondheid van mensen te kunnen verbeteren na kanker en na kankerbehandeling. Dus om in kaart te brengen wie dat nou is die deze problemen ervaart. Nou, we weten van eerdere onderzoeken dat het met name vrouwen bijvoorbeeld zijn, mensen met lage sociaal-economische status, met verminderde sociale steun, dat die met name veel risico hebben op het ervaren van problemen, maar ook dat die problemen langer in stand blijven. Waar ik het echt vandaag even met jullie over wil gaan hebben, is die mechanismen, die biologische mechanismen. Dus als we in kaart kunnen brengen wie deze problemen ontwikkelen, stellen we ons eigenlijk direct ook de vraag waarom deze specifieke personen de problemen ontwikkelen. Kanker en kankerbehandeling hebben allerlei negatieve gevolgen. Symptomen, comorbiditeiten, die een negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven. En wij willen graag weten, hoe komt dat nu? Welke biologische factoren spelen hier dan een rol? Ik zoom nog even in op die symptomen. En dan neem ik weer even die puntenwolk waar we net mee zijn gestart. Dat netwerk van symptomen. En als je de literatuur ingaat, dan zie je dat dat sterk overeenkomt en raakvlakken heeft met het sickness behavior model. Dat zijn die drie cirkels. En denk even terug aan de laatste keer, is wellicht in deze herfstige periode niet zo heel lang geleden, dat je erg verkouden was of dat je je grieperig voelde. Dan merkte je allerlei veranderingen. Subjectieve veranderingen op het gebied van je gevoelens. Je voelde je vermoeid, je voelde je somber, je ervaart pijn. Daarnaast had je een aantal gedragsmatige veranderingen. Je sliep wellicht meer of kon je slaap niet goed vatten. En tenslotte in de rode cirkel allerlei uiterlijke veranderingen. Je zag er vast wat minder florissant uit dan normaal. Je was wat bleker wellicht en je moest ook wat vaker gapen vanwege die vermoeidheid. Nou, als je dan kijkt naar dat sickness behavior, dan is daar in de literatuur ontzettend veel onderzoek naar gedaan vanuit de jaren 80. En daarbij maak ik even een uitstapje buiten de oncologie. Wat we namelijk zien is dat inflammatie, een verhoogde inflammatie en daarmee specifiek een verhoogde mate van pro-inflammatoire cytokines, samengaan of verantwoordelijk zijn voor dat sickness behavior. Dus voor die drie componenten veranderingen die je dan ervaart. Hieronder heb ik een plaatje heel in het klein weergegeven, dus geen probleem als je het niet kunt lezen. Wat ik graag wil aan
geven met dit plaatje, is dat er een toename is vanuit de jaren 80 naar steeds meer publicaties die hebben gekeken naar de rol van inflammatie bij dat sickness behavior. Wanneer ik dan specifiek inzoom op een centrale verandering, dan is met name depressie iets wat ze steeds vaker in verband hebben gebracht met pro-inflammatoire cytokines. En dan zie je ook weer een steile toename van het aantal publicaties. Allemaal nog bij niet-kankerpatiënten is wat ik hier laat zien. Dus daarbij kun je denken in eerste instantie aan diermodellen, waarbij ze dus bijvoorbeeld bepaalde stofjes hebben ingespoten om een reactie van een toename van inflammatie te bewerkstelligen. En dan zien ze dus bij die dieren een sickness behavior ontstaan. Een proxy voor depressie equivalent in mensen. Ook een toename in mensstudies laten dezezelfde resultaten zien. Meer recent is er het kinurinine pathway in de picture gekomen. We hebben gezien binnen niet-oncologische personen, dus niet-somatisch zieke mensen, dat verstoringen in het kinurinine pathway bijdragen of een rol spelen bij allerlei specifieke symptomen die ook gezien worden bij oncologische patiënten. Daarbij te denken aan met name vermoeidheid of depressie onder andere. En als ik dan weer een search heb gedaan naar de relatie tussen kinurinine pathway en depressie, dan zie ik weer dat er een toename is van het aantal publicaties, maar dat het dus echt nog een heel recent en nieuw onderwerp is, wat steeds meer aandacht krijgt. Nou, deze twee systemen staan niet op zichzelf. Er is een belangrijke link en dat zie je in de rode cirkel. Ik zal je niet vermoeien met alle afkortingen, maar dat er dus ook weer een relatie is tussen inflammatie en dat kinurinine pathway. Nu denk je, goh, dit symposium ging toch over de psycho-oncologie? Ja, klopt. Deze theorieën die komen uit niet-somatisch zieke patiënten, maar zijn juist heel erg relevant voor deze oncologische patiëntenpopulaties. Waarom? Omdat kanker en kankerbehandeling een enorm gestuurd worden door een verhoogde of veranderde vorm van inflammatie. Wellicht voor jullie allen al bekend, maar nog heel even in het kort. De tumoromgeving produceert allerlei verschillende, zorgt voor een veranderende micro-omgeving van inflammatie. Daarnaast is het zo dat het kinurinine pathway betrokken is en eigenlijk de tumor beschermt om niet vernietigd te worden door ons eigen immuunsysteem. Dus idealiter zou je graag willen dat je immuunsysteem zo sterk is en kan vechten tegen die tumor. En bepaalde aspecten uit dat kinurinine pathway die zorgen er eigenlijk voor dat jouw immuunsysteem niet zo goed die tumor aan kan vallen. Die tumor wordt daardoor beschermd. Niet alleen de kanker, de tumor zelf, maar ook de kankerbehandeling zorgt voor een verandering in inflammatie, voor een toegenomen inflammatie en een verstoring van dat kinurinine pathway. Daarbij kun je denken aan een operatie, maar ook chemotherapie en radiotherapie. Dat heeft geleid tot de volgende gedachtegang. Je hebt die kanker en die kankerbehandeling en je hebt daar uiteindelijk die uitkomsten, die symptomatologie die we zien bij de patiënten die jullie met name in de praktijk zien. Negatieve relatie daartussen. En mogelijkerwijs zou dat dus kunnen komen door veranderingen in dat inflammatie, die toename van pro-inflammatoire cytokines en veranderingen in metabolieten van het kinurinine pathway. Als we naar de literatuur gaan, dan zien we inderdaad een meta-analyse uit 2022 dat TNF-alpha, een van die pro-inflammatoire cytokines, maar ook IL-6, interleukine 6, gerelateerd zijn aan depressie binnen oncologiepatiënten. Dus we zien, als er een toename is van deze cytokines, dat dat samengaat met meer depressieve klachten binnen oncologische patiëntenpopulaties. Echter, de conclusie van deze belangrijke studie is dat er met name veel cross-sectionele studies worden uitgevoerd, waarbij je dus niet zo goed kunt zien wat het kip en het ei is, wat het verloop is van deze relatie, of je kunt identificeren welke mensen nu langdurig last hebben van depressie en bij welke mensen er van nature alweer een afname is van depressie. Daarnaast zijn deze studies tot nu toe niet goed ontwikkeld om specifiek te kijken naar wat is nou de rol van die verschillende kankertypes, maar ook en met name de rol van behandeling. Dus
Er zijn vaak geen metingen voor de kankerbehandeling en er wordt al helemaal niet langer opgevolgd. Vrij vernieuwd, hè, die kinurininepathway wat ik net al aangaf. Binnen de psycho-oncologie is er in 2020 een systematic review verschenen, waarbij is gekeken heel breed, dus niet alleen naar depressie, maar naar allerlei psycho-oncologische kenmerken. En daarbij werd geconcludeerd dat er maar 8 studies zijn die die relatie hebben onderzocht. En daarbij zagen we dat specifieke metabolieten, namelijk tryptofaanniveaus, verlaagde tryptofaanniveaus en toegenomen kinurinineniveaus en een veranderde tryptofaan-kinurinine-ratio gerelateerd zijn aan verschillende symptomen. Ook hier, natuurlijk, er zijn maar 8 studies, dus ook hier zijn die grotere en longitudinale studies van groot belang om meer inzicht te krijgen. Mijn voorganger hebben natuurlijk al het een en ander verteld over profiel. Ook ik ben een van de mensen die middels de profielregistratie onderzoek mag verrichten. We bestaan al, ik heb meer dan 15 jaar opgeschreven, maar het is dus de onofficiële start van profiel is al in 2004 geweest. Meer dan 250 publicaties en wij verzamelen data in alle Nederlandse ziekenhuizen. En deze data is ook vrijelijk beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Dus ook de data die ik zo dadelijk ga beschrijven. Want wat hebben wij gedaan om hier meer licht op te kunnen schijnen, om deze waarom-vraag beter te kunnen beantwoorden? Hebben we verschillende cohorten opgezet bij colorectaal kanker, cervix, schildklier, borstkanker, lymfomen en daarnaast ook een controlegroep geïncludeerd mensen zonder kanker. Nou, bij onze patiënten hebben we naast vragenlijsten die ofwel op papier of online werden ingevuld, waarbij we hebben gekeken naar symptomatologie en kwaliteit van leven onder andere, hebben wij ook 3-malig bloed af laten nemen. En dat hebben we gedaan na de diagnose, maar voor de behandeling, 1 jaar daarna en 2 jaar later. En voor de controles hebben we dit 1-malig gedaan. Nou, op basis van deze verschillende bloedsamples hebben we inflammatoire markers laten bepalen, hier in het kort een rijtje, en allerlei metabolieten van het kinurinine pathway. Om uiteindelijk inzicht te krijgen in dat mechanisme. Echter, niet alleen natuurlijk die biologische factoren spelen een rol. Er zijn nog heel veel dingen die relevant zijn. En zojuist heeft Corina het ook al aangegeven. Het is lastig om te differentiëren van goh, waar komt dan zo'n vermoeidheidsklacht voor? Is dat misschien vanwege de bloedarmoede die iemand ervaart? Of is het schildklierproblematiek? Zijn het comorbiditeiten, zoals een toenemende mate van hartfalen bijvoorbeeld, door de cardiotoxiciteit van de behandeling? Maar ook emotionele en gedragsfactoren spelen een rol. Wat we daarom hebben gedaan is, naast die bloedafname hebben wij ook andere metingen meegenomen op die 3 verschillende tijdstippen. En daarbij hebben we informatie over voeding bijvoorbeeld. Patiënten hebben een voedingsdagboek ingevuld en daarbij kunnen we ook kijken naar de nutriënten. Er is een biomedische weegschaal meegestuurd, zodat we kunnen kijken naar lichaamssamenstelling. En ook fysieke activiteit en slaap is gemeten aan de hand van de objectievere Fitbit-methode. Alles om uiteindelijk de vragen te kunnen beantwoorden, waar hebben deze patiënten last van? Wie ervaart nou deze problematiek en waarom ervaren mensen deze problemen? Uiteindelijk is ons doel natuurlijk de symptomatologie verminderen, kwaliteit van leven te verbeteren en zoveel mogelijk mensen in goede gezondheid te laten leven na kanker en behandeling. En wellicht wat ik belangrijk vind om aan het einde van deze presentatie aan jullie thuis mee te geven, is dat het de kennis die we opdoen niet alleen inzichtelijk zijn voor het aanbieden en ontwikkelen van verdere interventies, maar dat het ook helpt, denk ik, om in de spreekkamer duidelijk te maken aan patiënten die bijvoorbeeld zo'n ongrijpbare en subjectieve klacht als vermoeidheid ervaren, dat daar wellicht een biologische verklaring voor is. Dus het hebben van kanker en die kankerbehandeling, die kan dus leiden tot een biologische verstoring en dat mede verantwoordelijk is voor de vermoeidheid die iemand op dagelijkse basis ervaart. En wanneer je dan een stapje verder gaat en probeert aanbevelingen, de patiënt aanbevelingen te laten opvolgen, zoals bijvoorbeeld meer te bewegen omdat dat goed is tegen vermoeidheid, dan kan dat best wel eens tegenintuïtief voelen voor iemand. Ik ben zo vermoeid en nou moet ik ook nog gaan wandelen. Maar als je aan kunt tonen dat fysieke activiteit
een tegenhanger is of bevorderlijk is voor het laten afnemen van inflammatie, dan helpt dat inzicht wellicht om die patiënt net dat stapje te laten zetten en wel de deur uit te gaan om te bewegen en op die manier vermoeidheid te doen verminderen. Natuurlijk zijn deze onderzoeksvragen en deze resultaten in de toekomst ook een aangrijpingspunt om wellicht andere medicamenten in te kunnen zetten in de toekomst. We hebben het gehad over die mechanismen, verhoogde inflammatie, verstoorde kinurinine pathway, allerlei verschillende bijdragende factoren op basis van de symptomatologie. En uiteindelijk willen we naar een multifactoriële behandeling van symptomen om uiteindelijk die levenskwaliteit te verbeteren. Mochten jullie nog vragen hebben, kan dat zo dadelijk in de chat. Maar mocht je nou vanavond of morgen denken, oh ja, die ene vraag had ik nog graag willen stellen, stuur mij dan vooral een e-mail. Neem ook eens een kijkje op de profielregistratie website. Daarin vinden jullie wat informatie over welke data er op dit moment beschikbaar is. Maar ook kunnen jullie kijken waar je eventueel zou willen samenwerken. De data is gratis beschikbaar voor alle wetenschappers die hier iets mee willen. Maar we hebben ook nog een hele hoop bloedsamples verzameld van patiënten. Die liggen in onze biobank. En ook daar zijn samenwerkingsmogelijkheden om aanvullende vragen te beantwoorden. Hartelijk dank. Hartelijk dank, Dunja. En ik denk ook eigenlijk hartelijk dank aan al die deelnemers die mee hebben gedaan aan het onderzoek bij wie bloed is verzameld. En ik denk wat je ermee doet en wat je zegt, hè, dat het enorm klinisch relevant is dat het uitleg kan geven over die biologische mechanismes. En dat we nu meer weten over wat, hoe en waarom. Er zijn vragen. Ik begin even met de laatste vraag. Dat is, zijn er bepaalde risicofactoren waardoor de ene patiënt hogere waardes heeft van inflammatoire cytokines dan de andere? Of de andere juist minder? Ja, die zijn er zeker. Dan zit je meer in het... Kan op verschillende manieren. Je kunt kijken naar klinische factoren. Dus bijvoorbeeld als iemand een hele hevige chemotherapie heeft gehad, dan heeft dat impact op die pro-inflammatoire cytokines. En via dat mechanisme, dus ik werk altijd, ik denk altijd zeer visueel. Dus als ik dan hier kijk naar de behandeling en dan kijk ik hier naar die uitkomsten, dan zou dat dus mogelijkerwijs via een sterkere toenemende mate van pro-inflammatoire cytokines kunnen zijn. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan gedragsmatige factoren. Dus als iemand rookt, dan neemt inflammatie toe. Mensen met overgewicht hebben een hogere mate van inflammatie. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we gaan kijken naar niet alleen dat kleine stukje enerzijds kankerbehandeling en anderzijds die uitkomstmaten, maar dat we dat grotere beeld pakken, waarbij we ook kijken naar al die andere bijdragende factoren, omdat die allemaal op elkaar aangrijpen. Wat het interessant, maar ook uitdagend maakt. Daar is die netwerkbenadering voor nodig. Ik zat zelf ook te denken, als je denkt over risicofactoren, weet ik dat er wel onderzoek is naar mensen die al vroeg in hun leven trauma meemaken, dat die ook gevoeliger worden voor stress. Zo leg ik het dan altijd uit. Ja. Maar ja. Hebben die ook een hoger risico misschien? Wat ik met name weet, bijvoorbeeld op het gebied van cortisol, dat is bijvoorbeeld ook een van die factoren waar wij ook binnen profiel naar kijken. In een substudie bij cervix carcinoom worden er haarplukjes afgeknipt door participanten om in de haren te kijken naar cortisolmetingen. En we weten inderdaad dat als jij bij wijze van spreken al in de baarmoeder al, als jouw moeder trauma's meemaakt, dat jouw eigen stresssysteem al anders staat afgesteld wanneer je ter wereld komt. En dat kan dat je dan al een predispositie hebt voor het anders reguleren van jouw stress. Ja, ja. Belangrijk om te weten. De andere vraag is, je hebt verteld over dat je een normpopulatie hebt en iemand beaamt dat is inderdaad belangrijk. En je zegt ook dat longitudinale metingen belangrijk zijn. En de vraag is, heb je longitudinale metingen bij die norm? Nee, helaas. Nee, we hebben eenmalig een meting. En dat heeft eigenlijk natuurlijk een aantal redenen. We denken dat er... Kijk, in het leven van die kankerpatiënt gebeurt natuurlijk in die korte periode van alles. Dus zij maken een specifiek traject, doorlopen zij, waarbij je verwacht dat er veranderingen zijn, zowel in hun uitkomsten, in hun symptomatologie, maar ook in hun biologisch profiel.
daar verwacht je veranderingen. Bij de controlepopulatie verwacht je minder schommelingen. Dus je verwacht een redelijk stabiel patroon. Zou het mooi zijn om verschillende meetmomenten bij die norm mee te nemen? Jazeker. Maar zoals in de wetenschap wel vaker, is het niet altijd haalbaar. Financieel, organisatorisch, ja. Ja, ik wens je alle subsidie toe om dat misschien wel te gaan onderzoeken. Wellicht. Ontzettend bedankt. Dan ga ik onze vierde spreker introduceren. Dat is Chris Hinne. Hij werkt als klinisch psycholoog in het Spaarne Gasthuis. Hij heeft als aandachtsgebied oncologie. Hij is gepromoveerd op gehechtheid en hij heeft volgens mij best een brede onderzoeksinteresse. Maar vandaag gaat hij vertellen over het onderzoek wat hij ook samen met Cor doet en Floortje Bols doet. In de hoop dat we daardoor depressie bij kanker beter gaan begrijpen. En op de helft van de presentatie zal ik het stokje overnemen. Ja, dankjewel. Ik ga even mijn PowerPoint opzoeken, want die zie ik hier niet staan. Ik hoop dat hij nog komt. Ja? Weet je zeker? Oké. Nou, klik ik de andere kant op. Ik heb gelukkig niet zoveel slides als dit. Kijk, daar zijn we. Dankjewel Marije. Ja, ik wilde inderdaad iets meer inzoomen op depressie binnen de oncologie. Mijn voorgangers hebben de term depressie al laten vallen. En er zijn ook buitengewoon veel onderzoeken die laten zien dat depressie veel voorkomt bij mensen met allerlei soorten kanker. Het ingewikkelde daarvan vind ik altijd dat het in deze studies altijd lijkt alsof depressie een soort homogeen, eenduidig concept is. Terwijl in werkelijkheid het eigenlijk een heel heterogeen concept is, ofwel een veelkoppig monster. Als je naar de DSM kijkt, dan worden er in ieder geval drie kernsymptomen onderscheiden. En die drie kernsymptomen zijn wat je noemt motivationele anhedonie. Wat eigenlijk betekent een gebrek aan interesse. Niet zoveel zin meer om dingen te doen. Het andere kernsymptoom is wat je noemt consummatory anhedonie. Dat betekent eigenlijk dat als je iets doet, dat je er eigenlijk niet zoveel plezier aan beleeft. En het derde kernsymptoom van depressie is negatief affect. En dat is meer dan alleen somberheid. Dat is vaak ook een combinatie van somberheid, zorgen maken, irritatie, wanhoop. Dus een heel cluster van nare emoties. En deze kernsymptomen worden niet of nauwelijks eigenlijk onderscheiden in onderzoek. En eigenlijk ook vaak niet zo in de klinische praktijk. En dat is eigenlijk een beetje gek, omdat die kernsymptomen waarschijnlijk een hele andere etiologie hebben, een andere neurobiologisch substraat, een verschillende samenhang hebben met allerlei andere depressieve klachten, maar ook misschien wel een hele andere behandeling verlangen. Dus een van de doelen die ik samen met Floortje Mols had, was in eerste instantie eens te kijken of het nou lukt om die kernsymptomen uit elkaar te trekken, om daar onderscheid in te maken. En daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een hele grote dataset van profiles. Van mensen die kanker hebben gehad. En die hebben allemaal dezelfde vragenlijst ingevuld. Met daarin items die naar die drie kernsymptomen vragen. En met behulp van netwerkanalyse hebben we gekeken
hoe deze items samenhangen. En in het linker plaatje zie je al dat er iets van samenhang tussen die verschillende items zichtbaar wordt. Vervolgens hebben we met een viertal algoritmes, vraag me niet de details, maar al die algoritmes hebben hun eigen sterke en minder sterke kanten. Hebben we gekeken of er binnen dat netwerk communities of clusters van symptomen zijn te ontdekken. En het resultaat was eigenlijk dat we tot 3 clusters kwamen. En die 3 clusters komen eigenlijk heel erg mooi overheen met de 3 kernsymptomen van depressie. Linksboven zie je het cluster motivationele anhedonie. Niet zoveel zin om nog iets te doen. Rechtsboven is het cluster consumatory anhedonie. Ik kan nog steeds genieten van de dingen die ik doe of niet. En onderin een groot cluster met betrekking tot negatieve gevoelens. Dus kortom, op basis van deze analyse, op basis van data van meer dan 10.000 mensen met kanker, zou je kunnen concluderen dat het inderdaad mogelijk is om die 3 kernsymptomen uit elkaar te trekken. En dat het waarschijnlijk veel informatiever is om dat te doen dan ze op een hoop te gooien en te doen alsof het 1 concept is. Vervolgens vroegen Floortje en ik ons af of die kernsymptomen zich misschien ook anders gedragen gedurende zo'n ziekteproces. Want als dat zo is, dan zou dat ook belangrijke informatie kunnen geven over wanneer en op welk moment we deze zouden moeten behandelen. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een dataset bij mensen met darmkanker. En wat we vonden was inderdaad dat die kernsymptomen zich eigenlijk heel anders gedragen gedurende zo'n ziekteproces. Dat wil zeggen, motivationele anhedonie, plaatje linksboven, blijkt met name in de behandelfase en in de palliatieve fase verhoogd te zijn. En dat is waarschijnlijk een heel normale reactie die ook vanuit een evolutionair perspectief zelfs adaptief is. Als mensen ziek zijn en behandeld worden, kan de behoefte om de wereld een beetje kleiner te maken, niet zoveel zin te hebben in dingen, kan eigenlijk best wel gezond zijn. Omdat mensen daarmee energie besparen, herstel bevorderen en de kans op infectie en andere gevaren voorkomen. Dus als mensen in de behandel- of in de palliatieve fase zeggen dat ze weinig zin meer hebben in dingen, het liefst thuis blijven, contact een beetje uit de weg gaan, is dat waarschijnlijk een reactie die je zou kunnen normaliseren. Als mensen dat nog steeds zeggen op het moment dat ze in de herstelfase zitten, in de follow-up, op het moment dat de ziekte wat naar de achtergrond verdwijnt, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Dan zouden mensen geholpen moeten worden om weer wat actiever te worden en erop uit te gaan. Werkhervatting kan daar bijvoorbeeld een belangrijke rol in spelen. Moeite om te genieten, consumatory anhedonie, het rechterplaatje bovenin, die was met name verhoogd in de palliatieve fase. Ook dit is natuurlijk erg voorstelbaar, omdat het zorgeloos genieten op het moment dat je weet dat de tijd schaars is geworden, moeilijk wordt. En wanneer mensen in de herstelfase nog steeds aangeven dat ze moeite hebben om te genieten en plezier te ervaren, kan gedacht worden aan cognitief gedragstherapie. Het negatieve effect, en dit onderste plaatje moet je eigenlijk een beetje op zijn kop lezen, omdat een lagere score betekent hier meer negatieve gevoelens. Daarvan zagen we dat die vooral in de diagnostische fase en in de palliatieve fase verhoogd was. Ook dit ligt voor de hand. Met name de onzekerheid en de confrontatie met de dood in deze fase van het ziek zijn roepen deze emoties op. Interventies zouden zich dan ook moeten richten op het bevorderen van een gevoel van veiligheid. En niet alleen voor staan en op het stimuleren van verbinding.
Nou, kortom. Het is niet alleen mogelijk om onderscheid te maken tussen die drie kernsymptomen van depressie, maar door dat te doen krijgen we ook meer inzicht in hoe we een patiënt op welk moment het beste kunnen helpen. Dank voor jullie aandacht en ik geef het woord graag aan Marije die daar wat verder op in zal gaan. Dankjewel Chris. Dus ook al een vraag. Ik denk dat ik hem toch nu vast al ga stellen. Heb je handvaten hoe we het uit elkaar trekken van symptomen van depressie kunnen toepassen in de praktijk? Dus hoe kunnen we daar rekening mee houden? Door ernaar te vragen, door goed te luisteren. Ik doe dat dagelijks. Als je een beetje oplet en je vraagt inderdaad daar gewoon naar, van goh, heeft u nog zin in dingen te doen? Zeggen mensen vaak, of wat ik veel tegenkom, is dat mensen dan zeggen vaak, zeker als ze in de behandelfase zijn, nee. Ik maak de wereld inderdaad een beetje klein. En als u dan wat doet met de kleinkinderen, kunt u er dan nog een beetje van genieten? Ja, dan kan ik er nog wel van genieten. En bent u ook somber? Nee, was ik wel. Ik maakte me ook heel veel zorgen. Maar nu in de behandelfase? Nee. Vooral, laat me maar een beetje met rust. Dus je kunt er gewoon naar vragen. Als je het maar in je hoofd hebt, dat het verschillende dingen zijn. Helder, dankjewel. Ga ik het stokje van je overnemen. En dan hoop ik de goede kant op te klikken. Ja, ik heb hem weer links. Je moet juist links. Okay. Links, ja, precies. ik ga jullie ook vertellen over hoe je depressie bij kanker nog beter kunt begrijpen vanuit de netwerkbenadering. Jullie hebben daar al over gehoord van de presentatie van Dunja en van Chris. Zij deden netwerkbenadering over hele grote groepen data. En ik ga meer kijken naar netwerkbenadering binnen het individu. Maar eerst wil ik jullie nog vertellen waarom ik denk dat juist de netwerkbenadering bij somatische aandoeningen en psychische aandoeningen zo belangrijk is. Omdat je namelijk naar verschillende domeinen tegelijk kan kijken. En we weten allemaal dat de impact van kanker niet alleen somatische gevolgen op het somatische domein is, want er zijn heel veel somatische gevolgen van ziekte en behandeling, maar er zijn natuurlijk ook altijd psychologische gevolgen en het heeft ook altijd invloed op het sociale domein, dus op de relaties, op het gezin, op het werk. En die domeinen staan niet los van elkaar. Je kunt je voorstellen dat als je dus bijvoorbeeld neuropathie hebben, over waar Danielle over vertelde. Ik weet een cliënt die werkte als kelner in een restaurant. Maar door de neuropathie kon hij niet meer met het dienblad rondlopen. En bovendien was zijn smaak veranderd. Hij was sommelier, dus hij kon heel goed wijn proeven. Dat kon hij niet meer. Dan zie je dat iemand al beperkt is in het werk wat hij altijd met heel zijn hart deed. Dat heeft natuurlijk psychische gevolgen. Het heeft ook financiële gevolgen. Het heeft ook gevolgen op de relatie. En mensen kunnen daar natuurlijk over gaan piekeren. En dan kun je natuurlijk ook weer bijdragen aan cortisol en meer vermoeidheid ervaren. Omdat het allemaal met elkaar interacteert, is het zo belangrijk om dat vanuit die netwerkbenadering te bekijken. Als gz-psycholoog bij het Helen Downing Instituut en onderzoeker hebben we ook een keer onderzoek gedaan onder alle instellingen in Nederland die mensen met kanker met psychische problemen helpen. En we hebben dus gekeken met welke klachten melden mensen zich nou aan. En dan zie je dat mensen vaak niet alleen somber zijn of angstig zijn of ernstig vermoeid zijn. Maar een groot deel van de mensen heeft tenminste twee van die klachten echt duidelijk aanwezig en een groot deel heeft ook alle drie. Ook daarom is die netwerkbenadering van belang. Ik wil u wat vertellen over het proefschrift van Esmee Bickel. Zij heeft het proefschrift geschreven met de titel I'll Do It Myself. En het gaat over waarom mensen met kanker die depressieve klachten ervaren eigenlijk geen hulp zoeken. Want in een eerder onderzoek bleek dus dat mensen vaak geen hulp zoeken. Zij vond dat driekwart van de mensen die dus last heeft van somberheid bij kanker eigenlijk niet om hulp zoekt. En zij vroeg die mensen waarom. En ze heeft verschillende manieren gekeken of hoe we erachter kunnen komen. Nou, een van de dingen die zij vindt is dat driekwart dus geen hulp zoekt. En dat te maken heeft met dat die mensen eigenlijk ook zich niet bewust zijn van dat waar ze last van hebben, dat je dat als depressief zou kunnen noemen. En ze weten ook niet dat er effectieve psychologische behandelingen voor zijn.
Dus ik dacht, dat is alvast de eerste take-home message voor iedereen die luistert. Want als we dus wel vertellen dat er effectieve behandelingen mogelijk zijn voor depressie en ook voor vermoeidheid en voor neuropathie, dan is er ook de hoop dat mensen vaker hulp gaan zoeken. Ze heeft ook gekeken, als mensen nou geen hulp zoeken, misschien is dat niet erg. Hè. Soms is het in een fase ook, wat Chris al noemde, adaptief. Dus dat is oké, dat is normaal. Maar vaak blijven die symptomen langer aanhouden en versterken ze elkaar. En zij vindt dan dat als je kijkt naar de groep mensen die last heeft van klachten, dat de helft daarbij nemen de symptomen wel wat af, maar bij zeker de helft neemt het helemaal niet af. Dus die komen er eigenlijk zelf niet uit. En ze heeft gekeken welke groep is dat dan. En wat opvalt is dat dat een groep is die een vermijdende copingstijl hanteert. Dus eigenlijk problemen probeert eigenlijk een beetje uit de weg te gaan en niet aan te pakken. En ook alcoholgebruik bleek samen te hangen met het voortbestaan van klachten. Ik vertelde al over de netwerkbenadering dat je dat ook bij het individu kan doen. Wat je dan doet, is dat je meerdere metingen doet binnen één persoon. En je maakt dan een netwerk van de symptomen binnen die persoon. Dus je kijkt hoe de symptomen van depressie binnen de persoon met elkaar samenhangen. Esmee Bickel heeft dat gedaan. Met 52 mensen heeft ze 2 weken lang, 5 keer per dag, de depressieve symptomen voorgelegd en gevraagd in hoeverre mensen daar last van hadden. En dat doe je dan door op het telefoon, en dan krijg je een melding en dan wordt kort een aantal dingen uitgevraagd. We noemen dat experience sampling. Zij heeft dat gedaan en gekeken naar de dynamiek en ik ga u de conclusies van haar onderzoek vertellen. Zij vindt, de tweede op de slide, dat vermoeidheid vaak voorafgaat aan andere symptomen van depressie. Dus vaak voorspelde vermoeidheid, verlies van plezier en somberheid. Ze heeft ook gevraagd bij welke symptomen mensen dan een voorkeur hadden om psychologische hulp te ontvangen. En mensen geven dan aan dat ze graag psychologische hulp willen om te gaan met de vermoeidheid, somberheid, verlies van plezier en slaapproblemen. Andere symptomen die dan niet hier genoemd zijn, zijn bijvoorbeeld schuldgevoel of verlies van eetlust. Dat zijn ook symptomen van depressie, maar dit zijn de symptomen die ze noemen waar ze graag hulp bij willen. En de derde heb ik al verteld dat zonder hulp blijft die somberheid bij een groep bestaan. Dus het is wel belangrijk om die mensen hulp aan te bieden. Omdat vermoeidheid zo centraal stond, ook in het netwerk van depressieve symptomen, en omdat vermoeidheid vaak de andere symptomen voorspelde, wil ik jullie ook wat vertellen over het vermoeidheidsonderzoek wat we zelf deden. Ook weer met netwerken en experience sampling. Het is een promotieonderzoek van Tom Bootsma, die vorige maand hier gepromoveerd is. En hij heeft heel veel kwalitatief onderzoek gedaan en naar de literatuur gekeken naar wat zijn nou belangrijke factoren bij ernstige chronische vermoeidheid na kanker. En wat hij vindt is dat er 3 aspecten zijn van vermoeidheid. Die hebben we gemeten in experience sampling. Maar ook de omgaan met vermoeidheid zijn een aantal gedragsmatige factoren van belang. En sommige zijn beschermend en andere houden juist de vermoeidheid in stand. Dat gaat over heel veel piekeren, overdenken. Of je jezelf rust gunt of niet. Of je het ziek zijn of ziek geweest zijn kunt accepteren. Hulpeloos voelen en ook controle ervaren. Dus of je ervaart dat je invloed hebt op je vermoeidheid. Activiteit is ook belangrijk en stemming en pijn hebben we in die eerste versie van onze experience sampling allemaal gemeten. We hebben ook weer mensen gevraagd om wekenlang, dus meerdere keren per dag, door zo'n app op de telefoon deze dingen uit te vragen. En wat ik laat zien is dan 1 netwerk van 1 specifieke persoon. En waarom dat belangrijk is nou, we hebben net al gehoord, depressie kan er verschillend uitzien bij verschillende mensen. En dat geldt ook voor vermoeidheid. Niet iedereen ziet dat er hetzelfde uit. En wat je hier ziet bij deze persoon, in dit plaatje, vermoeidheid staat daar in het midden, is dat het vooral samenhangt met acceptatie van de ziekte voor deze persoon. En je ziet ook dat die acceptatie weer samenhangt met je hulpeloos voelen. Dus hoe meer deze persoon op een moment de ziekte kon accepteren, hoe minder hulpeloosheid en hoe minder vermoeidheid. En andersom ook.
dit is belangrijk. Dit koppelen we terug aan de patiënt in een gesprek samen met de therapeut. Zodat ze samen ook in gesprek kunnen gaan over dit netwerk. Van, nou, dit is wat we zien in jouw data. Is dat ook wat je herkent? En kan het dan zo zijn dat die acceptatie een punt is waar we met de behandeling als eerste op in kunnen zoomen? Met het idee dat je daarmee de behandeling ook effectiever kan maken. Misschien ook goed om te noemen, er staat ook een bolletje met pijn in. Bij deze persoon was dat zo dat die pijn vrij continu aanwezig is. En als je dus iets wat hebt wat continu, dan kan je moeilijk een samenhang met andere symptomen ontdekken. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Dus het kan best zijn dat die pijn continu aanwezig is en dus wel leidt tot energieverlies. Alleen er is geen samenhang met de andere symptomen. Dus er zitten ook wel wat beperkingen aan zo'n netwerk die je dan goed uit moet leggen. Vermoeidheid speelt dus ook bij veel mensen een rol. En we willen natuurlijk niet dat iedereen aanklopt bij voor hulp bij mensen, omdat er al zo'n druk ligt op de zorg. Dus de vraag is ook, wat kunnen jullie doen en wat kunnen mensen zelf doen? Wat is er voor zelfhulp beschikbaar? En wij hebben op basis van het onderzoek wat we hebben gedaan naar vermoeidheid samen met het Zorginstituut Nederland een website ontwikkeld. Die heet fitterbijziekte.nl en dan is een speciale pagina over kanker en vermoeidheid, waar mensen zelf dus uitleg kunnen krijgen met filmpjes en animaties. Dunja heeft er ook aan meegewerkt om wat meer over die biologische achtergronden en mechanismes uit te leggen. En er is ook een specifieke pagina voor de zorgverlener om wat meer informatie te krijgen. Dan is het zo dat op de Onco App Store, dus de kanker.nl, is een site waar alle mensen met kanker heel veel informatie kunnen vinden. En daar is nu ook een App Store ontwikkeld. Dus alle apps die onderzocht zijn en die effectief zijn gebleken uit onderzoek, die zijn daar te vinden. En mensen kunnen dan met een digitaal zorgtegoed kiezen uit die apps die daar staan en daarmee zelf aan de slag. Een voorbeeld wat we hier rechts in de dia zien is het programma Minder Angst na Kanker, waar wij onderzoek naar hebben gedaan. En dit kunnen mensen doen en wij hebben dat programma ook onderzocht, een soort blended variant in de eerste lijn. Dus mensen kunnen dan hulp vragen aan de huisarts en de POH GGZ, die ze dan bij dat programma kan begeleiden in het geval ze er niet zelf uitkomen. Nou, als laatste wil ik nog noemen, bewegen en activeren is ook al genoemd. Zowel bij somberheid en depressie als bij vermoeidheid is het belangrijk om mensen weer te motiveren om in beweging te komen en mensen te activeren. Maar het is ook vaak heel lastig. Dus mensen hebben toch vaak uitdeem, neuropathie, vermoeidheidsklachten, waardoor ze niet meer kunnen wat ze eerder konden. Dus je kan je voorstellen, als je elke week misschien 2 of 3 keer ging tennissen met een bepaald tennismaatje en je kan dat nu helemaal niet meer. Ja, dat heeft sociale gevolgen, maar het is ook heel frustrerend als je dat dan niet meer kan. Dus mensen moeten vaak wel geholpen worden om te zoeken naar andere manieren waarop ze wel weer kunnen gaan bewegen en actief kunnen worden. En ik denk, daar kunnen jullie misschien ook een rol in spelen. Nou, dit is nog een plaatje van het artikel waarin we dus onderzocht hebben of die begeleiding vanuit de eerste lijn ook kan helpen bij dat programma Minder Angst naar Kanker. En dat was gelukkig zo. En tot slot, als je bijvoorbeeld als POH GGZ werkt en je hebt die Onco App Store gevonden of je werkt misschien met Therapieland of een ander programma en je komt er niet uit of je wil graag meer weten over hoe kan ik nou mensen het beste begeleiden bij bijvoorbeeld angst naar kanker, dan kan je ook scholing krijgen via de Helen Dowling Academie. Dat is de academie waar we via het Helen Dowling Instituut onze kennis ook verspreiden. Dus als je daar meer informatie wil, dan kan je op hdi.nl scholing kijken. En dan kom ik bij de laatste slide. En dat is of er vragen zijn voor Chris of voor mij. En dan ga ik weer even naar mijn stoel lopen om te kijken of die vragen er zijn. Dus dank jullie wel. Deze hier neerleggen, voorzichtig. Dan ben ik benieuwd. Jazeker, er is een vraag. Een methodologische vraag. En dat is, hoe hebben jullie bepaald om mensen 5 keer per dag te bevragen met experience sampling, ESM, en niet meer of minder? De vraag verspringt. Dat is een goede vraag.
Dat is denk ik methodologisch. Misschien kijk mijn collega Melanie Schellekens aan, want die weet daar ook veel van. Dat heeft te maken met de power die je nodig hebt als onderzoeker om iets echt betrouwbaar te kunnen schatten. En ja, in balans met wat je mensen aan kan doen met vragen. Ja, we wilden binnen een periode van 3 weken genoeg metingen hebben om een betrouwbaar netwerk te kunnen schatten. En tegelijkertijd wilden we mensen ook niet te veel belasten. Ja. Dankjewel. Hoe kunnen we meer bewustwording creëren zodat mensen wel hulp gaan zoeken? Nou, ik denk eigenlijk dat Christy heeft net al een aantal vragen verteld hoe je vragen kan stellen om achter die verschillende symptomen van depressie te komen. En dat zijn denk ik mooie ingangsvragen om in ieder geval het gesprek aan te gaan. En dan is het goed om te kijken van wat is adaptief, wat is normaal en wanneer moeten we hulp gaan zoeken. En dan is het dus belangrijk om uit te leggen dat er effectieve interventies zijn. Want Esmee Bickel vindt vooral dat als mensen dat niet weten, dat ze dan geen hulp zoeken. Heb jij nog aanvullingen daarvan? En dan is er nog een vraag, ik denk aan Chris. Waar denk je aan als je het hebt over interventies gericht op veiligheid tijdens de palliatieve fase van behandeling? Vooral bevorderen dat mensen, patiënten met de mensen om hun heen, het een beetje samen doen. Ik denk dat zo'n ziekte is een enorme klus. En als je voor je gevoel dat in je eentje moet doen, dan wordt het ondraaglijk. Dus ja, het is buitengewoon belangrijk dat je het gevoel hebt dat je een beetje samen kunt doen met de mensen om je heen. Dus vooral dat bevorderen. Ja, en wat ik ook wel zie is dat mensen het soms lastig vinden omdat ze elkaar willen beschermen. Dus dat ze eigenlijk niet meer met elkaar gaan praten uit bescherming. Dus dat kan ik me wel voorstellen dat je als zorgverlener probeert dat het gesprek open op gang komt. Want dan bevorder je ook dat samen zijn. Nee, zeker. Ik leg mensen wel eens uit dat het te hebben over emoties met de mensen om je heen. Dat het een beetje is als het vlooien van de apen. Het verlicht geeft een beetje verlichting en het versterkt de band. Dus dat het juist zo prettig is en zo helpend is om het er wel over te hebben. Ja. Andere vraag is van Joran. Mogelijk heb ik het gemist, maar hebben jullie ook naar de impact van dagelijkse situaties op vermoeidheid gekeken? En meteen de vraag ook, zijn er interessante bevindingen daarbij? Hebben wij dat? We kijken wel naar de context. Ja, we vragen wel op welke locatie mensen zijn, met wie ze zijn. En we kijken en in de feedback aan de patiënt geven we dan van nou, op die en die locatie ben je meer vermoeid of op die en die, als je met die en die personen bent. Nou, vaak zie je als je 's avonds thuis met je partner op de bank zit dat je het meest vermoeid bent. Dat zal niet verrassend zijn. We hebben ook een open vraag gesteld aan het einde van de dag van was er iets belangrijks vandaag? En dan konden mensen zelf terugkijken of die activiteiten, hoe dat samenhing met hun vermoeidheid voor die dag. Ja. Nou, jullie hebben haar al aan het woord gehoord, maar jullie weten misschien nog niet wie ze is. En dat ga ik dan nu vertellen, want dan ga ik de laatste spreker introduceren. Dat is Melanie Schellekens, senior onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar mindfulness bij longkanker. En ze doet nu veel onderzoek ook naar veerkracht. Vandaag gaat ze vertellen over onderzoek naar een groep mensen met kanker, met uitgezaaide vorm van kanker, die daar langer mee leven. En dat is eigenlijk een groep die erg groeiend is. Dus Melanie, de floor is yours. Vertel. Dank u. Ja, ik wil jullie vandaag wat vertellen over het IMPRES-project, waarbij we in IMPRES staat voor Improving Resilience bij mensen met uitgezaaide kanker die langer doorleven door nieuwe behandelingen zoals immunotherapie en doelgerichte therapie. En dat is een samenwerking tussen Tilburg Universiteit, Helen Dowling Instituut en UMC Utrecht. En vandaag wil ik inzoomen op het eerste project en dat is de interviewstudie die we hebben gedaan. En waar voorheen de diagnose stadium 4 melanoom of longkanker al snel leidde tot ziekteprogressie en overlijden, is nu door de introductie van immunotherapie en doelgerichte therapie in de afgelopen jaren, hebben mensen een veel langere overlevingsduur.
waardoor eigenlijk een nieuwe groep patiënten is ontstaan. Dus mensen met uitgezaaide kanker die langer doorleven. En dat noemen we ook wel de doorlevers. En dat is natuurlijk heel mooi nieuws. Dat mensen langer doorleven, ondanks dat ze niet meer beter zullen worden. En terwijl we deze, toen ik de subsidieaanvraag aan het schrijven was voor dit project, sprak ik verschillende artsen. En die zeiden van dat ze eigenlijk wel verbaasd waren. Dan brengen ze het goede nieuws van, hey, we hebben toch nog een behandeling gevonden en die blijkt dus aan te slaan, dus je leeft langer. En ze waren eigenlijk heel verbaasd dat mensen niet blij waren. Dus, en de patiënten die we spraken, die gaven ook aan dat ze daar verbaasd over waren. Zo vertelde één man ons, het was heel raar om te horen dat de behandeling aansloeg. In mijn hoofd en met mijn verstand dacht ik, dit is fantastisch, wat een geluk. Het is het allerbeste nieuws dat je je kan voorstellen en dit wil je. En toch voelde ik me niet blij. Ik vond het heel moeilijk om de vlag uit te hangen, feest te vieren, zoals ik dat van tevoren verwacht had. Maar dat was niet zo. En ergens is dat misschien ook helemaal niet zo gek, want mensen krijgen te maken met enorme onzekerheid. Ze weten niet wanneer resistentie voor de behandeling zal optreden. Is dat over een jaar, 2 jaar, 8 jaar? En daarmee is die dood altijd op de achtergrond aanwezig. Dus, en uit eerder onderzoek weten we dat mensen die leven met zo'n onzekerheid, dat dat enorme invloed heeft op sociale relaties, werk en persoonlijke ontwikkeling. Dus daarom hebben wij interviewstudie opgezet, met als doel om inzicht te krijgen hoe doorlevers zo'n langdurige respons op immunotherapie of doelgerichte therapie ervaren. En wat hen helpt om hiermee om te gaan. En de credits gaan naar onze PhD-student Laura Zwanenburg, die de studie heeft opgezet en uitgevoerd. En samen met zorgprofessionals van UMC Utrecht, Radboud UMC en het Helen Dowling Instituut heeft zij mensen met stadium 4 melanoom of longkanker die een bevestigde respons laten zien op die immunotherapie of doelgerichte therapie geïncludeerd in de studie. En zij heeft hen geïnterviewd over hoe ze zo'n langdurige respons en onzekerheid die daarbij komt kijken ervaren en wat hen daarbij helpt. En die data hebben we geanalyseerd met de thematische analysebenadering van Brown en Clark. En uiteindelijk namen 17 mensen deel aan de studie. Het merendeel was vrouw, hoog opgeleid. De helft van de deelnemers had longkanker, de andere helft melanoom. Driekwart had immunotherapie ondergaan of onderging het nog steeds. En de andere kwart doelgerichte therapie. En op tijdstip van het interview waren mensen gemiddeld ruim 3 jaar na diagnose en bijna 2 jaar na het bericht dat de behandeling effectief voor ze was. Nou, uit de thematische analyse kwamen eigenlijk op die eerste onderzoeksvraag van hoe wordt dat doorleven nu ervaren, 3 thema's kwamen daaruit naar voren. De twilight zone, leven met onzekerheid. En de problemen die mensen ervaren van hun leven aanpassen aan een leven met kanker. En ik zal per thema een paar subthema's uitlichten gezien de tijd. En dat eerste thema gaat dus over die twilight zone. En dat gaat heel erg over de zoektocht die mensen ervaren omdat ze zich geen gezond persoon voelen. Dus niet iemand die kanker heeft overleefd of zal overleven. Maar ook geen patiënt die binnenkort komt te overlijden aan kanker. En daardoor weten ze niet zo goed waar ze bij horen. Zo vertelde een vrouw ons. In het eerste jaar had ik echt zoiets van, oh, ik hoor meer bij de doden dan bij de levenden. En toen ging het steeds beter. En toen had ik het gevoel van, oh, ik zit er een beetje tussenin. En nu is het zo dat het heel veel beter gaat. Alsof je weer bij de levenden hoort. Dus dat is ook wel fijn. En die zoektocht vindt niet alleen plaats in zichzelf, maar juist ook in relatie tot anderen. Omdat in onze samenleving toch het idee heerst dat je aan kanker doodgaat of het overleeft, voelden mensen zich heel vaak onbegrepen door hun naasten. Eén deelnemer vertelde, als iemand tegen me zegt van het gaat toch hartstikke goed met jou, het is toch over? Dan denk ik van nou nee, het is helemaal niet over. Maar als iemand bij mij komt zitten van wat erg hè, die kanker, dan denk ik hou eens op, zo is het helemaal niet. Moet je kijken, ik ben er nog, toch? En ik kan dit en ik kan dat. Het zit er continu tussenin. Het ene moment kan ik het zo voelen en het andere moment zo. Dus je zegt het eigenlijk nooit goed. Ik denk dat het heel moeilijk is om mij te willen steunen.
En dat tweede thema gaat over leven met onzekerheid. En mensen vertelden ons eigenlijk dat ze heel vaak op en neer bewegen tussen de hoop dat het goed met ze gaat en de ziekte stabiel is, en de vrees dat ziekteprogressie optreedt en ze binnenkort zullen overlijden. En er is zo'n enorme behoefte aan duidelijkheid. Zo vertelde een deelnemer: toen het zeker leek dat ik doodging, was dat super heftig. En toen bleek dat het therapie is en dat het jaar misschien nog wel een jaar of twee, drie duurt. Dat was heel fijn en ook lastig. Je wilt heel graag duidelijkheid. En je weet niet wat er boven je hoofd hangt en wanneer dat dan gaat gebeuren, die resistentie. Het is een soort death row zonder datum. En een heel belangrijk aspect aan de behandeling, dat mensen keer op keer confronteert met die onzekerheid, zijn die terugkerende medische controles. Mensen, zeker in het begin, hebben ze iedere maand een scan. En als ze dan een goede uitslag hebben, dat de ziekte stabiel is gebleven, dan zijn ze opgelucht en gerustgesteld. Maar dan in de week voor de nieuwe scan merken ze dat die angst weer oplaait. En van, oh, misschien is er ziekteprogressie te zien. En dat, daardoor is er een hele... dat is iedere keer weer een hele omslag. En waar ze echt moeite mee hebben. Waardoor ze ook dus minder... dus niet zo goed verder durven te kijken dan de eerstvolgende scan. Zo vertelde een man, en in het begin was het dus om de maand. Nou, dat was mijn levenswindow, mijn vooruitblik voor mijn leven. Ik hield voor mezelf ook wel voor, dat is één maand. Daarna zien we wel weer. Dat was te overzien voor mij. En na een tijdje wordt die tijd tussen de scans langer, dus 3 maanden of 6 maanden. En ergens is dat fijn, want hebben mensen een langere ademruimte. Maar aan de andere kant... zijn ze dan ook weer bang dat die ziekteprogressie misschien onopgemerkt blijft. Het laatste thema gaat over de moeite die mensen hebben om hun leven aan te passen aan die kanker. Ze verlangen ontzettend terug naar hun oude leven voordat ze de diagnose kregen, maar realiseren zich ook dat dat niet mogelijk is. En hebben ook... door de onzekerheid heel veel moeite om vooruit te kijken en toekomstplannen te kunnen maken. En vinden het moeilijk om het leven weer op te pakken. Een jonge vrouw vertelde ons: ik heb wel een tijd gehad dat ik geen kleren meer kocht, omdat ik dan in de winkel stond van ja, ik ga toch dood. Dus waarom zou ik dat doen? En wat veel mensen ook beschrijven is dat ze zich... onzeker voelen, minder competent over hun werk of ook in hun sociale relaties. En dat onbevangen gevoel waar ze vroeger mee leefden echt verdwenen is. Dus zo vertelde een vrouw ons: ik hield vroeger van dansen en naar feestjes gaan. Maar zo voel ik dat niet meer. Dat is helemaal weg, ja. Dat vrije gevoel dat je hebt als je aan het feesten bent, dat is verdwenen. Dus dat is ook iets waar ze afscheid van moeten nemen. Nou, dit deel ging heel erg over hoe mensen het doorleven ervaren. En als tweede vraag hadden we, waar we in het interview ook heel veel aandacht aan hebben gegeven, is: wat helpt doorlevers? Wat doe je in het dagelijks leven dat jou helpt bij het omgaan met die langdurige responsen en die onzekerheid die daarbij komt kijken? En mensen beschreven eigenlijk allerlei verschillende strategieën. Die hebben we ook weer gethematiseerd. En thema 1 ging over een gevoel van controle terugwinnen. De tweede was perspectief veranderen. En de derde was het dagelijks leven opnieuw vormgeven volgens hun waarden. En ook hier zal ik slechts 1 subthema eruit lichten. En dat eerste hoofdthema gaat over een gevoel van controle terugwinnen. En dat heeft alles mee te maken dat door die diagnose kanker... hun hele leven op de kop staat, helemaal wordt overgenomen door de kanker. En dat ze om hun autonomie te behouden het heft weer in eigen handen willen nemen. En daarvoor proberen ze te vertrouwen bijvoorbeeld op een medische team of het vergroten van eigen kennis over hun ziekte en behandeling. Maar zeker ook het regelen van praktische zaken rondom ziekteverloop en sterven vonden ze heel behulpzaam. Zo vertelde een man ons: wat me in het begin echt geholpen heeft, is door te bedenken, wat moet ik nog regelen voordat ik doodga?
Dus ik heb een adreslijst gemaakt van mensen die een kaart moeten krijgen en ik ben dingen gaan verdelen. Dus dit is voor hem en dat is voor haar. En dat gaf, verschillende mensen beschreven hoe hen dat heel veel rust gaf en hielp om eigenlijk daarna weer het leven meer op te pakken. Nou, het tweede thema ging over het perspectief veranderen. En dat is echt een reactie op die onzekerheid, somberheid, angst die mensen kunnen ervaren. Om op een andere manier naar het leven te kijken. En wat bijna als vanzelf ging door de diagnose is ook de dingen niet voor lief te nemen. Dat hoort ook een beetje bij dat onbevangen gevoel dat is verdwenen uit de eerste analyse. En ook erkennen dat sterven deel uitmaakt van het leven. Dus ook een deel van dat acceptatieproces. En een aantal doorlevers beschreven ook dat ze onzekerheid proberen te zien als kans. Omdat dat heel veel openheid geeft en ruimte voor optimisme. Zo vertelde een vrouw ons, als alles onzeker is, is alles nog mogelijk. Het kan dus ook goed gaan. En dus ja, je moet de positieve kant kunnen zien. Ik zou bijvoorbeeld als actrice aan de slag kunnen gaan en dan zou ik zomaar nog een Oscar kunnen winnen. En het derde thema, dat gaat over het dagelijks leven opnieuw vormgeven. Wat in die eerste analyse ook al naar voren kwam, is dat ze het moeilijk vinden om hun leven weer opnieuw op te pakken. Dat ze eigenlijk verschillende strategieën hebben ontwikkeld om hun leven dus opnieuw vorm te geven. En een belangrijke daarvan is eigenlijk hun prioriteiten opnieuw te evalueren. Van wat vind ik echt belangrijk, welke mensen vind ik echt belangrijk en daarna te handelen. En zo vertelde een vrouw ons, ik ben gestopt met het werk wat ik altijd deed. Ik wilde een beetje vertragen. Ik deed 's avonds altijd veel voor mijn werk. Ik was nooit echt klaar. En nu wil ik in de avond graag thuis zijn en andere dingen doen. Nou, samenvattend zien we dus dat hoe doorleven ervaren wordt, dat gaat heel erg over die twilight zone, dat die zoektocht tussen zich geen patiënt voelen en niet gezond, leven met onzekerheid, bewegen tussen hoop en vrees en de problemen die ze ervaren om hun leven weer op te pakken en te leven met die uitgezaaide kanker. En wat hen daarbij helpt, is dat gevoel van controle terugwinnen, perspectief verbreden en veranderen waar mogelijk en het dagelijks leven opnieuw vorm te geven. En nou, wat kunnen we nu met al deze informatie? Nou, de eerste studie heeft denk ik echt laten zien dat die doorlevers een nieuwe patiëntengroep zijn die echt op maat gemaakte informatie nodig hebben. En als onderdeel van het Impress project gaan we een online platform ontwikkelen waarin we die op maat gemaakte informatie willen bieden. En zeker ook de strategieën die uit de tweede analyse naar voren kwamen, die willen we vertalen en ook op dat platform naar voren laten komen. Om zo ook de emoties en moeilijkheden die mensen doormaken te erkennen en te normaliseren. En we denken dat als mensen psychosociale hulp nodig hebben, dat acceptance- en commitment-therapie, nou, hij is vandaag al voorbijgekomen, heel passend kan zijn. Dat dat ook inzet op die psychologische flexibiliteit en het leven vormgeven naar aanleiding van je waarde. Dat is ook een behandeling die we, een groepsbehandeling die we bij het Helen Dowling Instituut al aanbieden. En als laatste ook, nou het werd net ook al even genoemd door Chris, dat het belang van die naaste, en dat kwam ook ontzettend duidelijk naar voren in de studie, maar dat het ook zo moeilijk is om open met elkaar te communiceren. Dus ik denk dat zorgprofessionals door de naaste actief te betrekken bij de behandeling daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Als jullie meer willen lezen, het eerste paper is gepubliceerd. Kunnen jullie vinden via de QR-code. Het tweede verwachten we in januari, februari. Dank jullie wel. Dankjewel, Melanie. Ik heb een leuke vraag over die maandelijkse scans die jij noemde. Mm-hmm. Koen vraagt zich af, is dat een keuze puur vanuit medisch oogpunt? Want vanuit psychologisch oogpunt is het wellicht beter om minder vaak een scan te hebben. Ja, zeker. Dus
ik denk dat een van de aanbevelingen die wij ook doen naar aanleiding van die resultaten is ook om zover het medisch mogelijk is met de patiënt af te stemmen, kan het ook minder. En wil je dat? En wat bied je de nodige geruststelling en wat leidt vooral tot zorgen? En om dat samen te bespreken. En ik denk dat daar oncologen een belangrijke rol in kunnen hebben. En de oncoloog waar wij mee samenwerken, die waren daar ook wel verbaasd over. Want zij zien vooral dat de patiënt gerustgesteld is en blij als ze een goede scanuitslag hebben. Maar zij zien niet zo dat proces vooraf. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. Mooi. Ik weet ook dat Sabine Siesling, die doet dan bij borstkanker ook onderzoek om te kijken of de nazorg en nacontrole uit elkaar kan. En ze gebruikt een artificial intelligence om te voorspellen wat de beste controle, ritme is voor iemand. Omdat dat nu ook eigenlijk standaard voor iedereen hetzelfde is, terwijl dat eigenlijk medisch gezien niet hoeft. Dus het zijn mooie ontwikkelingen, denk ik, voor de toekomst. Ja, zeker. Nog een vraag. Wanneer verwacht je dat dit platform waar je het over hebt beschikbaar is? Nou, we hopen het eerste prototype in het voorjaar te ontwikkelen. En dan gaan we met een groep van 12 deelnemers kijken van wat vind je ervan. En regelmatig interviewen op basis van die wat zij zeggen het platform verder te verbeteren. Dan willen we na de zomer het in een grote groep uittesten. En als het dan goed bruikbaar is en mensen er tevreden over zijn, hopen we misschien volgend jaar om deze tijd of begin 2025 te lanceren. Ja. Ik zie dat ik nog meer vragen heb. Verwacht je dat de bevindingen ook van toepassing zijn op andere mensen die doorleven met gevorderde kanker, breder dan longkanker en melanoom? Ja, zeker. We hebben ons nu in deze studie heel erg gericht op melanoom en longkanker, omdat dat de grote groepen patiënten zijn. Maar belangrijker nog dan de het type kanker, denk ik, is dat je leeft met uitgezaaide kanker en die onzekerheid. Dus ik denk dat het zeker te gaan generaliseren is. Ja. Nicole Eesendam vraagt zich af, hangt die behoefte aan controle of scans ook samen met copingstijl of persoonlijkheid? En zouden we daar de controles op moeten tailoren? Ik denk dat het daar zeker mee samenhangt. Ja, ik denk dat sommige mensen hebben daar enorm, zijn gewoon controlebehoeftig en hebben heel veel die bevestiging nodig. Terwijl anderen juist meer rust ervaren als ze er niet mee bezig zijn. Waarbij een soort vermijding of je juist met andere dingen bezig wil houden heel effectief kan zijn. Om je niet te veel zorgen te maken. Dus daar zouden we ook zeker naar kunnen kijken als we het hebben over die op de persoon afgestemde mate van hoe vaak je controlescans daar terugkomen. Ja. Ik heb nog een vraag van Emelien. Heb je ook onderzoek gedaan of gepland staan bij partners van patiënten die doorleven? Nee, maar dat wil ik wel nog heel graag doen. Want ik denk dat het voor partners ook een heel ingewikkeld proces is. En zoals jij net al benoemde, Marije, je ziet dat mensen elkaar in bescherming gaan nemen omdat ze elkaar niet te veel willen belasten. Dat speelt sowieso, maar ik denk zeker als je leeft met uitgezaaide kanker en je mogelijk binnen een jaar overlijdt, maar misschien ook nog 8 jaar leeft, het kan een heel lang proces worden waar je samen doorheen gaat. Dus aandacht voor de partner is denk ik heel belangrijk. En op ons platform willen we daar aandacht aan geven, maar zal dat wat kleiner zijn omdat we daar niet zo uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan. Dankjewel. Ook dank aan iedereen die zoveel vragen stelt. Hartstikke leuk. Ga daar nog even mee door, want we hebben nu ruimte voor discussie. Dus als je meer verdiepende of discussie of prikkelende vragen hebt, kom maar door in de chat. Dan ga ik die aan al deze sprekers stellen. En ik dacht allereerst om zelf even te beginnen bij Corina. Jij vertelde over die symptoommonitoring en dat het eigenlijk heel goed is voor de kwaliteit van leven. En ik vroeg me af, is dat nu voor alle patiënten beschikbaar of is dat nog bij sommige ziekenhuizen? Ja, ik heb de resultaten gepresenteerd van onze longkankertrial inderdaad. Maar we zijn het nu ook in studieverband dan in aan het zetten bij andere tumoren. Ook bij niercel, bij borstkanker, bij lymfomen. Dat is een bloedkankertype.
En het komt binnenkort ook beschikbaar voor AJA's. En dat is dan beschikbaar via een open source app, noem ik maar. Daar kan iedereen in principe inloggen. En in de studies dan moet je aangemeld worden door het ziekenhuis. Maar in de open source, dan kan iedereen er gebruik van maken. En AJA's zijn dus de jonge mensen met kanker. En daar hebben ze dus bedacht om het voor iedereen open te doen. En is dan een volgende stap om dat ook voor de andere leeftijdsgroepen te doen? Of? Ja, we hebben het in principe in eerste instantie gefocust op de AJA's vanuit de studie ook hier in samenwerking met Tilburg. Maar iedereen kan hem gewoon openen, want het gaat... De vragen die gesteld worden zijn niet leeftijdsspecifiek, want het gaat gewoon over de bijwerkingen en of dat je dan 40 min bent of je bent 40 plus. Iedereen kan hem gebruiken, want die algoritmes zijn nu gelijk, maar we willen dus ook wel gaan kijken van hoe zit het dan met de jongere patiënten ten opzichte van de oudere patiënten. En we zijn het ook de methode aan het delen met commerciële apps. Zodat zij het in de ziekenhuizen waar zij al geïntegreerd hebben en in het EPD zitten en waarbij de patiënt al die app gebruikt om het patiëntentraject te doorlopen en vragenlijsten in te vullen en patiënteninformatie te krijgen, dat ze daarin kunnen toevoegen, zodat ook dezelfde methode dan, dus de wetenschappelijk gebaseerde methode, ook daar beschikbaar is met dezelfde algoritmes erachter. En dan vragen we wel ook om die data te delen, zodat we daar... Ja, als je het hier hoort, we kunnen nog zoveel leren met z'n allen met betrekking tot die symptomen. Dat als die data gedeeld worden, kunnen wij ze allemaal weer gebruiken om verder te zoeken van wie en waarom. En dan met het grote doel om interventies daarop toe te passen natuurlijk. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ik weet dat onlangs de Nationale Kankeragenda is gelanceerd. Ik weet niet of jullie dat ook allemaal hebben gezien. Een van de dingen gaat over, een van de punten op de agenda is laten gevolgen. Nou, een beetje een open vraag aan jullie. Waar denken jullie, dit allemaal gehoord hebbende, dat er dan onderzoek gedaan naar moet worden? Wat zou de volgende stap moeten zijn? Mogen jullie even over nadenken hoor. Ja, ik denk dat we allemaal... Onder andere onderzoek doen naar die late gevolgen. Dus ik heb dan nu niet van wat is dan op basis van de kankeragenda de volgende stap. Ik denk dat we misschien wel in de lijn waar we nu al zitten verder kunnen gaan. En dat het dan aansluit bij die late gevolgen. Ja. Ja. Ik denk dat het een mooi punt is ook van hoe kunnen we de late gevolgen voorkomen. Want als we dan vroegtijdig interveneren en tijdens de actieve behandeling... al interventies doen, bijvoorbeeld met dosisreductie, om dan de schade te verminderen, dan verwacht ik dat je de lange termijn effecten ook vermindert. Maar ja, ook daar is geen onderzoek over beschikbaar. Dus dat is natuurlijk ook nog een optie, de preventie van late gevolgen. Ja, dus door goed de symptomen te monitoren, kan je dus eigenlijk al tijdig ontdekken van, oh, dit gaat eigenlijk misschien niet de goede kant uit. De dosis verlagen om dan te voorkomen dat mensen problemen krijgen. Daarbij moet ik wel denken aan een cliënt. En ook de vraag van Nicole Eesendam. Je hebt natuurlijk mensen met verschillende persoonlijkheden. En sommige mensen die rapporteren eigenlijk nauwelijks dat ze klachten hebben. Omdat ze denken, ik moet zoveel mogelijk chemotherapie. Omdat ze eigenlijk zoveel mogelijk zekerheid willen. Wat zou je daar dan doen? Ja. Daar zou je bijvoorbeeld ook de partners in kunnen schakelen. Dat de partners dan vaak toch wat eerlijker zijn in de spreekkamer. Dat die dan zeggen van nou, je zegt dat je nergens last van hebt, maar je had behoorlijk last. En het mooie bij symptoommonitoring met zo'n dagboek, waarbij we nu hebben uitgevraagd één keer per week, maar dat je kunt het ook dagelijks bijvoorbeeld invullen, dan zie je ook patronen over de tijd. Zeker bijvoorbeeld bij als je een infuus krijgt met medicijnen, dat je daarna meer symptomen krijgt en dat afneemt. En dat maakt dus ook wel meer inzichtelijk dan alleen dat ene moment in de spreekkamer waarbij je denkt van nou, ik moffel het een beetje weg, want anders gaan ze misschien de dosis reduceren en dan krijg ik niet de optimale behandeling. Dus ja, ik zou zeggen partners en ook inzicht in het verloop. Ja, dus juist door die monitoring over de tijd, ik bedoel in de spreekkamer ga je het misschien bagatelliseren, maar als je het de hele tijd bijhoudt, dan is het eigenlijk voor iedereen zichtbaar. En kan je dus ook beter zichtbaar maken met dat het ook met de dosis samenhangt, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat er ook wel een stukje onderschatting vanuit de patiënt bij zit. Als ik kijk naar de mensen met neuropathie, dan hoor ik ook wel vaak terug dat ze zeggen van...
ik ben er wel op gewezen van je kunt neuropathie krijgen, maar ik dacht dat zal allemaal wel meevallen en dat eigenlijk pas als het eenmaal ontwikkeld is, dat ze zeggen van ik heb dit echt onderschat en het heeft veel meer impact op mijn leven dan ik had verwacht. Dus dat blijft denk ik moeilijk, dat ja, de wil om te blijven leven bij heel veel patiënten gewoon altijd voor zal blijven gaan. Omdat het ook, ja, je kunt je niet voorstellen hoe zoiets als neuropathie voelt, denk ik. En denk je dat daar ook de partners een rol in kunnen spelen? Want ik vind het op zich wel een mooie... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat voor de partner er een mooie rol in ligt om gewoon ook even het in perspectief te blijven zien. En af en toe wat te rationaliseren misschien. Dus dat denk ik wel, ja. Ik vroeg me ook af, ik ken ook iemand die is door de chemotherapie doof geworden. Is dat ook een symptoom wat vaker voorkomt en wat jullie ook monitoren? Ja, maar dat is niet een heel acuut probleem. Dat is ook wat in de loop van de tijd erger wordt, dat je ook pas later opmerkt, net zoiets als neuropathie. En het is veel minder voorkomend. Dus als je in de lijstjes kijkt met veel voorkomende bijwerkingen van let hierop, staat dat doven niet zozeer erbij. Dus dat is maar... als het bij bepaalde middelen voorkomt, dan wordt het wel in het lijstje uitgevraagd. Dus dan, ja, dan zou je er wel ook wat meer alert op kunnen zijn op die manier. Ja, dus die symptoommonitoring is ook in die zin gepersonaliseerd. Dat er per chemo wordt gekeken van wat de belangrijke bijwerkingen zijn die gemonitord moeten worden. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Hebben jullie nog elkaars verhalen te hebben gehoord, ook nog vragen aan elkaar? Misschien. Ja, ik was benieuwd naar het programma Omarm Pijn. Het gaat natuurlijk heel erg over neuropathie, maar ik denk dat mensen ook door allerlei, door operaties of zo, andere soorten pijnklachten hebben. Kunnen zij ook aan het programma ook deelnemen of is de informatie heel erg naar neuropathie geschreven? Ik denk dat het... tweeledig is. Dus in deze studie waren het echt alleen mensen die neuropathie door de chemotherapie hadden, die mee konden doen. Daarbij was het ook echt belangrijk dat de neuropathie nog niet aanwezig was voor de chemotherapie. Ik denk wel, als je kijkt naar implementatie straks, de training is zo geschreven dat we het wel echt hebben over neuropathie. We hebben het veel over pijn. Maar we leggen ook wel uit dat die informatie in de training ook op heel veel andere dingen toepasbaar is. Dus zoiets als vermoeidheid is natuurlijk in beperkingen, kan dat best wel vergelijkbaar zijn, niet altijd. Maar dus dat leggen we wel uit. Dus ik denk dat uiteindelijk je wel naar een interventie zou kunnen waarbij meerdere soorten mensen met vergelijkbare klachten daar mee zouden kunnen doen. Ja. Maar in deze studie was het echt afgekaderd. Ja, ja, oké. Nee, je kan me voorstellen als het effectief blijkt en het komt in de Onco App Store, zou dat wel heel mooi zijn als het voor een brede groep toegankelijk is. Ja. Zeker. Ja, en je zou natuurlijk ook, want er neuropathie kan ook veroorzaakt worden door andere, in andere situaties, diabetes bijvoorbeeld. De vraag is of je het ook op die manier zou kunnen generaliseren. Dat is wel lastig, omdat neuropathie door chemotherapie natuurlijk wel echt de context heeft van kanker, levensbedreigende ziekte, wat ook de associaties anders maakt en dus ook de omgang ermee. Maar dat zijn ook wel vragen die we ons stellen van oké, hoe kunnen we het uiteindelijk, als het effectief blijkt, voor een zo breed mogelijke groep inzetten, zonder dat je het te breed maakt, waardoor het niet meer relevant wordt voor de gebruiker. Ja, ja, goede afweging. Ja. Chris, ik wilde nog even terugkomen op die vraag over veiligheid die mensen stelden. Want er waren twee vragen over. En, je hebt al iets gezegd over wat je kan doen. Maar ik denk dat de vraag is ook vanuit de zorgverleners wat zij kunnen doen eigenlijk tijdens de behandeling om die veiligheid bij iemand zoveel mogelijk te versterken. Dus ik kan me voorstellen, als je verpleegkundige bent en je moet allerlei medische handelingen doen, is er dan iets wat ze kunnen doen? En dan moet ik iets in algemene zin zeggen voor alle patiënten. Ik denk, jouw presentatie ging natuurlijk over somberheid. Maar ik denk, mijn opmerking gaat natuurlijk met name over dat is natuurlijk zo individueel afhankelijk wat voor die persoon op dat moment als veilig voelt. Voor sommige patiënten betekent dat dat je als het ware bij de hand moet nemen en bij de ander moet je vooral zorgen dat er zoveel mogelijk autonomie bij de patiënt ligt. Dus dat
Ik vind het heel lastig om daar in algemene zin iets over te zeggen. Maar ik denk wel dat je eigenlijk ook goed benoemt dat je dat dus ook zou uit kunnen vragen van hè, wat is voor die persoon dan belangrijk om zich zo veilig mogelijk te voelen. Zeker. Dat is natuurlijk wat je uit kan vragen als iemand dat zelf weet. En anders is het misschien een beetje zoek. Ja, en ik denk dat als je naarmate je wat ervaring hebt, dat je dat ook wel een beetje... beetje leert en een beetje in kunt gaan schatten van en heel veel ervaren verpleegkundigen weten dat, nou ja, weten dat op hun ruggen gaat wat de ene patiënt nodig heeft en wat de andere patiënt nodig heeft. Dus misschien dat je elkaar daar ook een beetje in kunt helpen dan. Ja, dus leren van je collega's daarin. Ja. En eigenlijk ook je bewustzijn wat je eigenlijk al doet of weet. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, ik denk dat er heel veel... Ik zeg wel eens, de helft van het werk in het ziekenhuis gaat over geruststelling en bieden van veiligheid. Dus er gebeurt natuurlijk al heel veel op dat terrein. Geruststelling en bieden van veiligheid. Heel belangrijk. Er zijn geen nieuwe vragen gekomen. Mag ik nog een vraag? Maar, er is hier een vraag. Zeker, Dunja. Voor Corina. Als je die patiënt die zegt, aan de ene kant... patiënten onderrapporteren die symptomen vaak in de spreekkamer uit angst voor die dosisreductie. Hebben patiënten kunnen patiënten een goede inschatting maken van wat ze inleveren aan overlevingskansen als ze een dosisreductie krijgen? Nou, ik denk dat artsen dat ook niet goed in kunnen schatten. Die details zijn onvoldoende bekend. Er is natuurlijk wel zijn studies gedaan. Waarbij ze dan keken van wat dan de cumulatieve dosering was en wat dan de overleving was. Dus daarvan zeggen ze van ja, dat die kan suboptimaal zijn als je eerder stopt. Maar aan de andere kant denk ik bijvoorbeeld ook aan de genetica en de polymorfisme. Dat je misschien wel een slow metabolizer bent, waardoor dat jij zoveel bijwerkingen krijgt. Dat als je hem reduceert, dat niks doet met je overleving, maar wel met je bijwerkingen. En daar is ook nog heel veel winst te boeken, ook qua wetenschap en dus ook een stukje patiënteninformatie. Want daar gaf jij ook een mooi voorbeeld voor. Maar dat niet altijd zo hoeft te zijn, maar bij wie dan wel en bij wie dan niet. Dat is ook interessant om verder uit te zoeken, om beide dus altijd mee te nemen. Dus zowel de progressievrije overleving, overall survival, naast de bijwerking. Want dat was eigenlijk ook een vraag... aan jou van, neem jij al iets van polymorfisme ook mee in de biomarker? Kun je even heel kort toelichten wat je bedoelt met polymorfisme? Oh, een verandering een ander genetisch profiel. Dus dat is ook terug te vinden in je bloed. Waardoor dat je bijvoorbeeld dat je omzetting wat trager werkt. Dus als jij dan chemotherapie in je bloed krijgt, dat langzaam wordt omgezet. Dus dan geeft het extra veel schade. Dus dat is een genetisch iets. Wat je toe zou kunnen voegen misschien nog aan de ontstekingswaarden en dergelijke. Om zo ook nog meer in detail en gespecificeerd in te kunnen zetten. Ja, dat zouden we wel graag willen. Maar ook hier dan weer zijn we aan het kijken welke mogelijkheden we hebben. Wat we een eerste aanzet die we aan het doen zijn op het gebied van in ieder geval algemene DNA-analyse is bij de PROCOR-studie, dikke darmkanker. Daarbij hebben we ongeveer 100 mensen... waarvan we een GWAS laten doen, een volledige inzichtelijk maken van het profiel, het genetisch profiel van iemand. We hebben heel veel bloedsamples verzameld. Er liggen zo'n 20.000 cryo's, dat zijn van die kleine 0,5 milliliter buisjes. Serum, volbloed, buffycoat. Dus er is heel veel materiaal. En dan is het de zaak om te kijken waar kunnen wij samenwerken met andere disciplines om dat complete plaatje te vangen. En dus ook aanvullende markers toe te voegen. En dan zijn we op zoek naar subsidieverstrekkers. Nou, zoals we allemaal. Er zijn genoeg plannen ook voor de onderzoekers en misschien ook de onderzoekers die kijken zijn geïnspireerd. Nou ja, zeker. En om daar nog heel even kort op aan te haken. Het is dus ook mogelijk dat mensen naar ons toe komen en zeggen van goh, wij hebben hier, wij zitten in dit specifieke vakgebied, maar wij zouden graag een studie op willen zetten en dit en dit en dit willen doen. Maar jullie hebben al het bloed liggen. Zijn er dan samenwerkingsmogelijkheden? En ja, die zijn er dus ook. Ja. Een uitnodiging van Dunja.
om samen te werken. Yes. Ik denk mooi om daarmee af te sluiten. Ik wil jullie als sprekers allemaal ontzettend bedanken. Je krijgt straks ook nog wat van mij. Ik wil ook de organisatie achter de schermen bedanken. Dina van Schalkwijk, Mirela Abibowitsch, Floortje Mols en de techniek daarachter. Allemaal ontzettend bedankt. En als laatste jullie kijkers wil ik ontzettend bedanken voor jullie aandacht en voor jullie vragen. En ik hoop jullie terug te zien bij het webinar wat we ergens in het voorjaar zullen organiseren. En dan gaat het over de cardiopsychologie. Dus dan gaan we het over het hart hebben. Dank jullie wel. See you.